Radio. CryptoCast. Bert Slachter. Hartelijk welkom in de CryptoCast. Met vandaag, de zaak rond Tornado Cash is ten einde... en de rechtbank in Den Bosch verklaart ontwikkelaar Alexei Pertsev schuldig. En het pensioenfonds van de Amerikaanse staat Wisconsin... stapt voor 160 miljoen dollar in bitcoin. Dit is CryptoCast nummer 325, met een half uur cryptonews op de radio. Mijn co-host is Daniel Mol. Dag Bert, hallo. Redacteur bij de CryptoCast en BNR Digitaal. Eerst even dit: wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws, en dan zie je een van de risico's meteen terugkomen, want Alexei Pertsev... dat is een van de ontwikkelaars van de decentrale mixingdienst Tornado Cash... een cryptoprotocol, ja. en die gaat voor ruim vijf jaar de gevangenis in... om over risico's te, te spreken. Dat bepaalde de rechtbank Oost-Brabant afgelopen week... en de uitspraak zorgt voor veel verontwaardiging in de cryptowereld... en daarbuiten ook. Daniel, even terug naar het begin. Tornado Cash, wat, wat, waar hebben we het over? Nou, je noemde het al, een decentrale mixingdienst. En dat ga ik nog even verder uitleggen... want het is eigenlijk een, ja, een protocol, een service... Uh, waarbij gebruikers de afkomst van hun Ethereum in dit geval kunnen verhullen. Nou, dat werkt als volgt: je gooit al je Ethereum's eigenlijk in een bak, een spreekwoordelijke bak. Die ga je even flink door elkaar husselen en dan pak je er allemaal weer dezelfde hoeveelheid Ethereum uit, maar niet dezelfde munten, om het maar zo te zeggen. Dus ja, je hebt wel hetzelfde de hoeveelheid geld, alleen je weet niet meer waar die Ethereum precies vandaan komt en van wie. Dus dat is dan, ja, voor mensen die dan blockchain analyse doen, is dat heel lastig de afkomst. Te ja, je, je, herleiden. Je verbreekt het spoor eigenlijk. Ja, hè? Dus precies. als mensen ja. gaan spoorzoeken in ja. het verleden in, ja. dan, dan houdt ja. het daar ook. En dat is iets wat met, met cryptovaluta over het algemeen heel makkelijk kan. Uh, in het geval van Bitcoin ook. En met zo'n mixingdienst ja, verhul je dat een beetje. Nou ja, dat bevordert natuurlijk privacy. Heel handig als je gewoon. Ja, nou ja, mensen hebben daar. Het is prima als je niet weet waar het geld vandaan komt. Dat gaat met cashgeld namelijk ook gewoon zo. Uh, maar het is ook natuurlijk een tool die daardoor in de smaak valt bij criminelen. Ja, en dat is wel al een beetje gebeurd. In het verleden al veel centrale mixingdiensten offline gehaald. Dat hebben we al vaker gezien. En ja, Tornado Cash werd de eerste decentrale missingdienst die op deze manier offline ging. En ja, dat crimineel gebruik, dat is toch wel een probleem. Nou ja, Ale Alexei Pertsev is dus opgepakt. Maar de dienst zelf is niet offline gehaald, toch? Nee, nou ja, die, de, dat is het hele punt van een decentrale missingdienst. Die draait gewoon vrolijk door. Uh, en het is natuurlijk wel. Uh, ja, de, die, de, de, de arrestatie van die Pertsev en nu die rechtszaak. Uh, dat, dat zorgt wel voor een schok in de cryptowereld. Maar het is niet zo dat die diensten dan gestopt worden. Dat is natuurlijk het hele. Interessante, die worden eigenlijk alleen maar interessanter voor vooral criminelen. De mensen die dan voor de privacy, gewoon de, de goede burgers... die toch een beetje op hun privacy gesteld waren... Ja, die gaan het nu helemaal niet meer gebruiken. Nee, nou ja, kijk, als het alleen burgers waren die op hun privacy gesteld ja. waren... of bijvoorbeeld dissidenten ja. of um, uh, mensen die, zeg maar, Russen... die aan Oekraïne willen ja. doneren, weet je, dat soort voorbeelden kennen we. Als het ja. alleen dat was, dan was de politie er waarschijnlijk ook niet... Um, uh, uh, zich druk over gaan maken. Maar wat, wat is hier, hoe is dit nou ontstaan? Hoe is dit onder de aandacht van justitie? Gekomen. Nou ja, Tornado Cash werd uiteindelijk de, de tool voor een hele grote groep Noord-Koreaanse hackers door de staat, denk, denkt men dan ook, uh, om te goede mee wit te gaan wassen. En het grootste en belangrijkste voorbeeld daarvan is de, de hack van de crypto-game Axie Infinity. Nou, dat ging om 600 miljoen zoiets, in die orde grootte. Uh, en dat werd allemaal vrolijk door Tornado Cash gehaald, omdat het een lekkere, een makkelijke dienst was om dat te doen. Nou, dat viel natuurlijk op. Daardoor is uh, uh, Tornado Cash ook op Amerikaanse sanctielijsten geplaatst. Nou ja, de, direct daarna werd bijvoorbeeld Alexe Pertsev, dus ook die woonde in Amstelveen, werd in Nederland gelijk aangehouden. Een collega van hem in de, in de VS werd er ook direct aangehouden. En ja, toen kwam het tot deze rechtszaak waar we nu een, een uitspraak hebben. Ja, dus die uitspraak, um, Alexey is schuldig bevonden. Ja. Wat zei de rechter precies? Uh, hij heeft zich schuldig gemaakt aan gewoonte witwassen. En dat is een juridische term, die kan ik ook even uitleggen. Dat is eigenlijk het systematisch witwassen van, nou ja, crimineel geld. Uh, de, de zwaarste witwas. Ja, uh, uitspraak zeg maar, die je kan krijgen. Het is dus niet dat hij dat per ongeluk deed of dat hij niet wist dat het crimineel geld was. De rechter zegt echt, hij heeft dit systematisch gedaan en dat systematisch, hij wist ook dat dat systematisch crimineel geld was. Dus dat is echt een pittig oordeel. En de, de rechter zegt dus ook, hij zou in het volle bewustzijn een tool hebben gebouwd, ontwikkeld, gelanceerd. die criminelen in staat stelde om hun geld te verhullen. Eigenlijk een echt een tool voor de onderwereld. Uh, van grote waarde zou deze tool zijn geweest voor de onderwereld. Ja, en er wordt dus ook nog verantwoordelijk gehouden voor de daden van de mensen die met zijn tool dingen hebben gedaan. En dat is waar het knelt bij sommigen, denk ik. Nou ja, de, de, ik begreep dat de rechter hem um, ook uh, uh, zeg maar aanrekende dat hij wist dat het niet te stoppen was. Hè? Ja, Want dat is ja. natuurlijk wel het in het begin over: je kunt, het, je kunt die tool niet meer uitzetten. En de rechter zei ja. dan: van, Ja, dat wist je van tevoren. Ja, ja, ja. precies. Ja, nee, en dat is, dat, dat is dus het hele pittige. Alleen er wordt er is veel discussie in deze zaak, omdat eigenlijk. Uh, nou, of nee, veel discussies, veel verontwaardiging zou ik bijna willen zeggen. Ook echt zeker buiten Nederland. De hele crypto-wereld, zelfs buiten de crypto-wereld, is er verontwaardiging. Um, omdat ja, daar toch men denkt, vooral de mensen die hiervan schrikken, die denken: ja, uh, het schrijven van open source code wordt hier aangevallen. Nou, dat is, vind ik een lastige. Je kan het denk ik op twee manieren het best bekijken. Aan de ene kant is het een uh, zegt de rechter mogelijk: het is een probleem dat die open source code heeft geschreven. die niet gestopt kan worden, die, die door criminelen is gebruikt. Je kan ook zeggen. Hij runde een bedrijf, tussen aanleidingstekens... dat vooral ingericht was op een soort crimineel verdienmodel. Hij verdiende er geld mee, er stond een Porsche. Hij voor leefde de... zelfs support via WhatsApp-groepen of telegrafgroepen. Precies. Ja. Uh, uh, het, eigenlijk was hij gewoon het, het criminele aan het faciliteren. Nou, je kan die, op beide vlakken kan je dit bekijken. Het probleem is alleen dat de rechter daar dan niet echt duidelijkheid in geeft. Waarom niet dan? Nou ja, dat, ik, Je zou kunnen zeggen, het is bewust of onbewust, het wordt natuurlijk heel lastig... Uh, het is bijna frustrerend, zou ik bijna willen zeggen. We weten niet precies waar die grens ligt. Hè. Je weet niet wat Percev precies fout doet. En het is voor een rechter misschien ook wel handig om het een beetje. In die zin onduidelijk te houden, dat zette de zaak misschien wat kracht bij, dat je gewoon kan zeggen: oké, okay, ja, het is gewoon fout en voor volgende zaken is dit natuurlijk dan ook fout. Maar ja, ging het dan mis bij het schrijven van die code? Ging het mis bij het publiceren van die code op GitHub? Ging het mis bij het lanceren van die code op Ethereum? Uh, ging het mis bij het ondersteunen? Ging het mis bij het crimineel gebruik? Dat weten we simpelweg niet. En dat gaat, gaat denk ik ook voor ja, de toekomst. Gaat dit ook wel een soort onzekerheid opleveren? Zeker in Nederland. Wie, wie durft er nog. Een soortgelijke tool te lanceren uh, in Nederland. Wat is het probleem van die onzekerheid? Nou, dat het, dat je toch dan in, in, in ieder geval, je, je bereikt eigenlijk dat er, dat er een soort, ja, dat je softwareontwikkelaars inperkt in het schrijven van code. Misschien zelfs dat je het zo ver kan trekken dat het soort vrijheid van meningsuiting aanval is. Um, en dus misschien heeft de rechter helemaal niet bedoeld om het, 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 zeg maar, het schrijven van code aan te vallen. Maar het wordt nu wel bereikt dat mensen in zo'n onzekerheid leven. Dat je eigenlijk, ja... De je... chilling effect noemen. Ja, precies, de chilling effect. Dat je dus ja, je kan eigenlijk niet. Je weet niet meer zeker of het legaal is wat je aan het doen bent. Dus dan kan je het maar beter niet doen. Ook als je geen kwaad in de zin hebt, kan je het maar beter niet doen. En de, ja, dan heb je dus. Ja, als, je, als je niet weet waar de grens ligt, dan blijf je maar precies. gewoon helemaal ervan ja. weg. Want ja, ja. ja voor ja. hetzelfde gehad land je ja. straks ook vijf jaar uh, in de in ja. de bak. Ja. Ja. En, en dat, dat is echt toevallig vindt dat het. Ja. ja, en dat brengt gewoon heel veel onzekerheid met zich mee in de toekomst. En dat is ook iets waarvan dus de cryptowereld zegt: van joh, als je in Nederland uh, een goed idee hebt, kan je het maar beter elders gaan uitvoeren. En dat is, ja, dat is toch best een verlies dat dat hier dan als eerste land ter wereld, nou, er zijn natuurlijk meer landen, maar als eerste westerse land ter wereld zo. Onder druk om te staan. Nou, wat dat betreft wel interessant om uh, te gaan volgen wat er ook met zijn ja. collega gaat gebeuren ja. hè, in de Verenigde ja. Staten. Roman Storm. Ja die staat daar terecht. Weet jij ja. eigenlijk wanneer die rechtszaak daar dient? Uh, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel uh, dat uh, de rechtbanken daar onderling, natuurlijk, onderling heeft dit, zeg maar, dit officieel. Heeft dit geen impact op elkaar? Nee, nee. Maar onderling en dat, dat we, we hebben twee weken geleden een cryptocast gemaakt met uh, ook een strafjuriste uh, Anneke Haasnoot. Die zei ook ja onderling is er natuurlijk veel contact, uh, zeker tussen de VS en, uh, en Nederland. Dat zagen we al met die arrestatie van Alexey Pertsev En er zou hier nu ook wel wat gesproken worden uh, over uh, hoe deze rechtszaak is opgebouwd en hoe die rechtszaak rond uh, Roman Storm. Opgebouwd gaat worden. Ja, dat, dat het gaat zijn impact wel hebben, denk ik. Ja. Interessant. Gaan we ja. verder volgen? We gaan nou, het even over de prijzen hebben. Dan, ja, nou ja, over interessant gesproken. <laughs> uh, gisteravond was ik het draaiboek aan het maken, toen had ik heel netjes genoteerd. De prijs is uh, deze week behoorlijk opgeropen tot ruim 67.500 dollar. Nou, dat moest ik vanochtend even aanpassen, want inmiddels staan we ja, rond de 71.000 dollar. Is dit nou een betekenisvolle stijging, Bert? Nou, dat kun je wel zeggen. En ik denk op. Twee manieren dat dit betekenisvol is. Laten we beginnen bij de stijging zelf. Als je gewoon kijkt naar de koers... dan zagen we sinds nou ja, begin april een, een dalende trend op die korte termijn. He, dus dat betekent als je naar zo'n grafiek kijkt... dat je ziet dat de toppen steeds lager komen te liggen... en de bodems ook steeds lager. He, dus je eigenlijk met de blote oog zie je al... hé, hey, dat is een dalende trend. En um, om die trend, die dalende trend, voor te zetten... Moest de koers niet boven de 67.000 dollar komen. Want als hij wel boven die 67.000 komt. Ja, dan zie je een trendbreuk. Want dan zie je ineens wel weer een hogere top. ten opzichte van die dalende lijn. Daar zat hij ook eigenlijk het hele weekend een beetje tegen aan te hikken. Dus je zag ook gewoon eigenlijk in de markt. dat het een betekenisvol prijsniveau was. En gisteravond in één keer dwars er doorheen. eventjes 72.000 dollar ja. aangetikt. Nou ja, dat, is wat dat betreft duidelijk. Je zegt is het, betekenisvol? Ja, dat is het betekenisvol. Maar kunnen we dan ook stellen dat de correctie. waar we natuurlijk de afgelopen maanden in beland waren. Uh, dat die dan ook voorbij is, of moeten we daar nog iets verder voor stijgen? Formeel is de correctie voorbij en dan gaan we, we kijken nu even naar de korte termijntrend. Dan moet je naar de lange termijn termijntrend kijken. En als je wat verder uitzoomt, dan zeg je hij was pas voorbij. Als we weer een hogere top neerzetten boven de 73.800 dollar van, ik geloof 14 maart. Ja. Pas als we daar boven komen, dan zeg je. Nou, die, als we nu weer gaan dalen, is het een nieuwe correctie. Dan is het niet meer diezelfde. Ja. Alleen het feit dat we nu op 72.000 zaten, ja, dat is wel een hele sterke aanwijzing. Dat we het. Ergste van deze correctie achter de rug. Ja. Maar er was uh, maandag, tweede Pinksterdag, was het ook wel echt betekenisvol nieuws, waardoor die, die koersstijging net even nog wat sneller ging. En helemaal bij Ethereum, volgens mij. Ja, in de Verenigde Staten is dat natuurlijk gewoon een werkdag. Hè. En er ja. gebeurde daar van alles en nog wat. En um, ja, dat is wel heel opvallend. Um, eigenlijk al sinds uh, 11 januari, toen de Bitcoin, um, de spot Bitcoin-ETF's lanceerden, keken mensen vooruit naar de Ether-ETF's die ergens in mei. Um, voor de eerste ITF-aanvragers een deadline had. Ik geloof 23 en 24 ja. mei. Um, en de verwachting was, nou, die gaan er, er ook wel komen. Alleen in de loop der tijd werd steeds meer duidelijk... Ja, dat de SEC er helemaal niet mee bezig was. Er waren geen gesprekken, er ge werd geen informatie uitgewisseld. En eigenlijk alle experts, hè, Bloomberg onder andere... die zeiden van, nou ja, um, we stellen onze... Ja, waarschijnlijkheidsinschatting naar beneden ja. bij. Het was eerst 75%, op een gegeven moment waren het 10%. Ja, dus dat zijpelt dan een beetje door zo bij de analisten... van oké, okay, de SEC werkt niet mee, we hebben geen contact met de SEC... dat hoor je dan van die aanvragers zelf. En ja. dan concludeert Bloomberg van... ja jongens, dit op zeker 23, 24 mei gaat het niet kan gebeuren. Niet, het gaat niet worden. En nee. dan hoor ze natuurlijk ook, ze hebben het al over chatter... Hè, dus ja. de, de, de gesprekken ja. bij de koffieautomaat ja. Ja. de Wall Street, ja. zal ik maar zeggen. En het gaat hem niet worden. En gisteren ineens bleek ja. dat er... Um, iedereen, alle juristen en alle, alle stagiairs, die moesten allemaal naar kantoor komen. Want er waren ineens gesprekken tussen de SEC en de aanvragers. Ja. Dus wat deden de, 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 de ETF-watchers van Bloomberg? Die stelden hun prognose weer bij naar 75% kans. Ja. Dat deze week goedgekeurd wordt. Ja. Nou, dat was zo'n. Um, uh, schok eigenlijk, he, ten positieve voor de cryptomarkt. Um, ja, dat de, de koers van Ether die ging door het dak en eigenlijk de hele cryptomarkt ja. ook. Ja, want dat is dus interessant. Je zou zeggen, dit is vooral positief nieuws voor Ethereum, want die ETF gaat er toch mogelijk komen en dat moet dan nieuwe vragen opleveren. Nou, dat hebben we bij Bitcoin zeker gezien. Maar Bitcoin steeg bijvoorbeeld ook hard. Kunnen we dat dan zien als een soort grotere beweging dat de SEC misschien een beetje aan het draaien is? Ja, zeker. Want. De SEC doet het niet zomaar. De SEC heeft een heel duidelijk standpunt hierover ingenomen. Gesteund door um, kopstukken uit de Amerikaanse politiek. Misschien wel, hè, dat zeggen we dan wel eens, de opdracht gekregen. Uh, door de democratische uh, um, ja, leiders, zeg maar. Dus dat zijn nu. Um, ineens van gedachten uh, veranderen. Dat zou het signaal kunnen zijn. Dat er een verandering is in het krachtenveld. In de politieke strijd rondom crypto. En um, ja, daar hebben we vorige week over gehad. Ook hè, in de Cryptocast. Dat, dat, dat er een politieke strijd ja. is. Uh, Tr ja, want Trump is nu inderdaad echt uitgesproken pro-crypto. Was hij ook nooit. Dus de, de, de Republikeinse. Partij die kiest ja een kant duidelijk ja, en ook niet zomaar hè. het is niet ja. dat dat hij even wat roept uit als een soort populistisch iets maar binnen zijn hele uh, hofhouding wordt hierover gesproken hè. Vivek Ramaswamy mogelijk vice-president ja. dus was een van de zijn de concurrenten, uh, concurrenten in de, in de voor verkiezing inderdaad ja die begrijpt het echt heel goed die is er heel lang al mee bezig ja. en die vindt het ook heel belangrijk en die heeft er ook vaak over met Trump dus dit is vanuit vanuit Trump is dit een ja gewoon een onderdeel van zijn van hoe hij, hoe hij kijkt naar de economie de financiële markten en daartegenoverstaande democraten ja, die er altijd een fel, fel anti-crypto beleid gevoerd hebben de senator Elizabeth warren die ja. die maakte zelfs publiek bij haar herverkiezingscampagne dat ze een anti-crypto army ja. wilde oprichten weet je wel. Ja. dus die stonden tegenover elkaar en vorige week gebeurde er iets opvallends er was een, een crypto wet een klein wetje eigenlijk, ja. die het, um, het door het huis van afgevaardigden al aangenomen was. Die was nu bij de Senaat aanbeland. En dat was een, een heel, heel simpel wetje die eigenlijk iets zou moeten terugdraaien van de SEC. Maar wel pro-crypto. Ja. En de verwachting was, ja, daar gaan de democraten allemaal tegenstemmen. En daar gebeurde iets opmerkelijks. De twaalf van de 48 senatoren stemden voor. Dus die, die verlieten eigenlijk het, het, ja, de discipline van, van de partij. En die, die gingen dus openlijk in tegen Elizabeth Warren... en, en de andere anti-crypto-kopstukken. En het lijkt erop dat daar iets verschoven is. Ja, dus dat durven we nog niet helemaal te concluderen. Maar je zou kunnen zeggen... de democraten zijn een klein beetje aan het draaien. Misschien ook dat ze wel... Uh, concluderen van ja, crypto is dan misschien een beetje een gekke heuvel om op te sterven voor deze presidentsverkiezingen. En als we dan heel erg anti gaan zijn, dat is het ons niet waard. Uh... Er zijn allerlei mensen vanuit de cryptowereld in de swing states ja. bezig met het mobiliseren van crypto-aanhangers. Dus mensen die. die... Uh, het maakt het eigenlijk niet zo gek veel uit wie er nou president wordt. Trump ja. of Biden zijn allebei bejaarden, dat is het idee ja. Ja. dan. Ja. En, en dan ga ik maar stemmen voor een partij die mijn belangen behartigt. Ja. En in swing states kunnen tienduizenden, ja, honderdduizenden 10 stemmers... Ja. kunnen het verschil maken. Ja. Hè, dus, en, en daar lijkt Trump ook steeds meer voor te liggen. Dus er wordt dan gesuggereerd dat crypto dus inderdaad... een belangrijk onderwerp in de presidentsverkiezingen aan het worden is. Ja. Politico, die zei dat geloof ik ook. Hè? Ja. 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 ja, precies. Nou, en dat is natuurlijk interessant, want ook... Ik heb me eigenlijk altijd verbaasd over de houding van de Democraten. Want uh, de grootste cryptobedrijven ter wereld zijn inmiddels gewoon Amerikaans. Dus je zou zeggen, uh, de VS plukt de vruchten van het succes van de crypto-industrie. En als je daar dan heel erg voor gaat liggen, dat voelt niet Amerikaans. Maar ja, goed, dat nou Ja, precies. Ja. Um, ja, vorige week hebben we natuurlijk uh, D.A. ook uh, de prijsanalyse bij ons. Toen dus zei ik kijk heel erg uit naar de inflatiecijfers van, de, van deze week. Nou, dat is dus afgelopen week uh, geweest. Die gaven een beetje een gemengd beeld, hè? Ja, dus er was een soort van hoop dat ze of heel duidelijk een daling lieten zien... of duidelijk een stijging. Want dan weet je in ieder geval een beetje waar, je, waar we staan. Hè. Maar zowel de producentenprijsinflatie, de PPI... als de consumentenprijsinflatie, de CPI... beide hadden ze um, ja, ingrediënten die, die wijzen op prijsdalingen. En ook een paar ingrediënten die eruit sprongen, die het dan weer omhoog trokken. Ja. Dus alles bij elkaar was het een beetje conform verwachting. Dus dan zou je zeggen dat... Um, dat doet niet zoveel, maar ik denk dat de conclusie van de markt en van de analisten toch was van... nou, dit, dit ziet er net goed genoeg uit om um, de, 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 de voorzitter van de centrale bank, Jerome ja. Powell... de ruimte te geven om later dit jaar de rente te verlagen. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk het enige waar we nu op letten met al die macrocijfers is... Um, um, niet zozeer is het nou goed of niet, maar zien we hier um, een, een alarmsignaal waardoor het zachte landingsscenario van tafel gaat? Ja. En een zachte landing, het idee van een zachte landing van de economie is dat je de inflatie weet te bestrijden zonder de economie in recessie te brengen. En als dat lukt, ja, dat is de, de, de droom van elke centrale bankier, en, en dan kun je de economie zo'n beetje begeleid met 1, 2, 3 kleine renteverlagingen. Je stimuleert de economie zonder dat er, dat er iets misgaat. Weet je en dat is voor, voor, voor financiële markten fantastisch. Als dat zou lukken, ja, dan gaan de beurzen naar all-time highs. Ja. Dat zie je nu ook gebeuren. Ja. Goud en zilver en crypto dus nu ook weer. En, ja, weet je, en dat is natuurlijk in een jaar van de presidentsverkiezingen... wat iedereen Erg wil. Erg belangrijk. Ja. Ja, ja, precies. Goed, nou, ik denk dat we door moeten gaan uh, met het nieuws. Ja, laten we dat doen, want we hebben zeker nog iets interessants te melden. Um, de afgelopen kwartaal, het eerste kwartaal van 2024, was ook het eerste kwartaal dat de Bitcoin-ETF's verhandeld werden. En uh, na afloop van zo'n kwartaal moeten alle grote vermogensbeheerders. die moeten um, bij de SEC, bij de beurswaakhond te geven welke beleggingen ze allemaal bezitten. En daar zitten dus nu ook bitcoin-ETF's bij. En één zo'n partij is de Amerikaanse staat Wisconsin... of althans het pensioenfonds daarvan... en die heeft blijkbaar, blijkt nu... voor 160 miljoen dollar aan bitcoin gekocht. De eerste keer dat een pensioenfonds ja, van deze grote serieus pensioenfonds. Ja. Ja, precies, we hebben natuurlijk wel eens een heel kleintje van ja. de teachers in een of ander ja. stadje in ja. Canada gezien of zo. Eh, um, groot nieuws, uh, Daniel? Ja, ik denk het wel. En uh, de, de cryptomarkt die, die hemelt natuurlijk alles op als groot nieuws. Uh, dat, dat doen ze graag, daar zijn we goed in. Uh, maar dit valt ook vooral heel goed in de traditionele financiële wereld. Um, ik bedoel, kijk, we moeten SEC gezien moeten we het enthousiasme een beetje temperen. Want oké, okay, dat pensioenfonds van Wisconsin heeft gewoon 130 miljard onder beheer. 160 miljoen is dan ja, een, een druppeltje op een gloeiende plaats, zou ik maar willen zeggen. 0,1 procent. Precies. Het ja, ja. um, was ook niet zo dat de, de prijs omhoog spoot van dit nieuws en zo. Maar het wordt toch wel gezien als een, ja, een soort signaal dat, het, dat, dat dit mogelijk een, een verandering uh, gaat, gaat inleiden. Nou ja, we hebben ook grote hedgefunds en vermogensbeheerders gezien die, die instappen. Maar ik denk wel dat dit. Ja, spannend gaat worden. Ja, hedge funds, dat is natuurlijk nog wel heel begrijpelijk dat, ja. die, dat die mee dat die instappen. Hè. Die ja. speculeren natuurlijk ja. gewoon. Ja. Maar een pensioenfonds heeft natuurlijk als ja. doel om ja, voor de lange termijn ja. het vermogen ja. van de, ja, naam, de, de toekomstige pensionaris ja. te laten ja. groeien. Die heeft ja. natuurlijk een veel, veel uh, conservatievere insteek, normaal gesproken. Denk jij dat nu de, dit schaap over de dam is, dat er meer volgen? Nou ja, dan moeten we denk ik weer even naar, de, naar onze grote vrienden van Bloomberg kijken. Uh, Eric Belchenas, die, die zegt eigenlijk twee belangrijke dingen... op, 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 uh, op Twitter op, als reactie op dit nieuws. Ten eerste is het uniek dat dit soort grote spelers... en dat dit is er gewoon echt een echte grote, belangrijke speler... zo snel besluiten om eigenlijk een nieuwe categorie ETF's te omarmen. Normaal kijken ze even de kat uit de boom. Joh, heeft het genoeg liquiditeit? Is dit veilig genoeg om voor mijn klanten in te gaan beleggen? Uh, ja, dat kan een jaar duren, twee jaar. Nou ja, de ETF van BlackRock zeker. Dus die EBIT waar we het vaak over hebben... dat is, kunnen we concluderen inmiddels. Dat is misschien wel de meest succesvolle ETF-lancering ooit. Dus dat zit wel snor. En ten tweede weet hij dat, met al zijn ervaring, hij heeft het natuurlijk al vaak meegemaakt, dat dit soort partijen, pensioenfondsen, grote institutionals, dat die in kluitjes bewegen. En dat is, denk ik, het allerbelangrijkste signaal van dit, van dit nieuws. Um, niet per se die 160 miljoen van Wisconsin, maar echt dat het. Dat institutionele partijen nu wakker aan het worden zijn. En dat je, dat je kan zeggen dat dit in bestuurskamers ook wel besproken zou worden. Ja, weet je, als jij uh, de staat Minnesota bent, ik noem maar wat. En je ziet dat Wisconsin uh, dit is gedaan. Ja, dan zou je toch misschien. Ga je ook in overleg met je, je medebestuurders om te zeggen. Ja, moeten we hier ook niet een kleine positie in gaan innemen? En dat kan toch een soort sneeuwbal-effect gaan opleveren. Ja, wat je wel hoort ook van dat soort analisten die zeggen. Tot, tot voor. 10 januari ja. was het een carrière risico als je iets met bitcoin deed. Ja. Dat moest je dat verklaren. Ja. En het wordt nu zo langzamerhand omgekeerd. Ja. Je, je, je moet het gaan uitleggen als je er niks mee gedaan ja, hebt. Precies, ja, en uh, ik bedoel kijk, dit gaat nu om een half procent, een procentje misschien. Ja, dat is eigenlijk al genoeg op dit moment om, om die sneeuwbal aan het rollen te krijgen. En dat het, als het ja, een soort hype wordt, inderdaad, onder uh, pensioenfondsen, onder dit soort grotere bedrijven, dan kan het nog eens heel interessant gaan worden, ja zeker. Interessant. Nou, dat gaan we volgen. De volgende, het, het, het huidige kwartaal. Dat gaan we natuurlijk ja. dan na 1 juli. Ja. Gaan we dat horen? Dan gaan we eens kijken of er ja. meer pensioenfondsen uh, ja. bij zitten? We gaan het even hebben over de podcast, uh, Daniel. Ja, we hebben Mauro Halve te gast. Uh, Compliance officer bij Amdax. Uh, en ook verbonden aan VBNL. En we gaan het eens hebben over alle regels. Waar cryptobedrijven anno 2024 en zeker in 2025. zich nu aan moeten gaan houden. Nou, dan denk je natuurlijk direct aan Amicar. De grote Europese crypto. Wet waar we het al vaak over hebben gehad, um, nou, daar zitten allerlei eisen in die heel interessant zijn om te bespreken. Misschien ook wel wat dingen waar we vooraf niet zoveel aandacht aan besteden. Maar zeg maar, nou, het loket van de AFM, dus de toezichthouder uh, op Mikaar, is nu open. Dus de, 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 de cryptopartijen crypto en de AFM zijn nu ook in gesprek met elkaar. Hoe gaan we dat nou vormgeven? Um, en er blijken dan toch wel wat dingetjes bij te zitten die toch best lastig zijn. Die lijken op papier heel makkelijk, maar als Precies. je het in de praktijk moet gaan doen... Ja. Exact. En er komt ook nog wel uh, iets meer uh, bij kijken. Uh, zo hebben we het in het verleden niet echt vaak gehad over DORA. Dat is een, ja, dat is een andere wet die ook voor, eigenlijk voor alle financiële instellingen geldt... die te maken heeft met het, ja, het, het beveiligen van je informatieprocessen... een soort cybersecurity-achtige dingen. Daar moeten cryptobedrijven toch ook ineens aan voldoen... Uh, en dat is best interessant, want dat is ook gewoon echt behoorlijk zwaar, zo blijkt. Um, ja, dan hebben we het ook nog uh, over de TFR. Dat is de, de travel rule, zeg maar, in de volksmond. Waar je, waar je allerlei informatie moet meegeven met je, met je, met je crypto-transacties eigenlijk als bedrijf. Um, en dat hoopt zich dan zo op als een, als een hoop nieuwe regels die eraan zitten te komen... Uh, dat we dat eigenlijk een podcast waard vonden. Want het is ja, voor cryptobedrijven toch wel een hele interessante tijd. Uh, durf ik wel te zeggen. En helemaal. Ja, ik zou bijna willen zeggen: ik heb medelijden met alle compliance officers. Die zijn nu echt allemaal aan de bak. Uh, en uh, we moeten ook nog maar zien hoe het de Europese invoering van MICAR eruit gaat zien. Want ja, er zijn toch voorzichtig ook wat geluiden dat het proces bij de AFM toch iets strenger en heftiger is dan bijvoorbeeld in, in Duitsland of in Ierland of in een ander Europees land. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Dus ja, het gaat echt een uitdagende tijd worden, zeker 2025 voor, voor cryptobedrijven. En daar gaan we het nu eens over hebben in de podcast. Ontzettend boeiend. Een mooie sluitstuk, denk ik van een ja. drielijk. We hebben het gehad over wat is Mika. We hebben het gehad over de. de we hebben de toezichthouder te gast gehad ja. die het heeft uitgelegd. En nu gaan we van de crypto-bedrijven horen hoe het vanuit hun perspectief is. Zeker. Dus boeiend. Um, tot zover de Cryptocast op BNR. Dankjewel, Daniel, co-host vandaag. Wie meegaat naar de podcast, graag. Zo niet, dan ook goed. En dan graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dit is deel 2 van de Cryptocast, nummer 325, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app. Nu gaan we praten over de nieuwe regels waar alle cryptobedrijven zich vanaf komend jaar aan moeten houden. En dat doen we met onze gast. Mauro Halve, hij is Senior Compliance Officer bij Amdax. Welkom. Hi, dankjewel. En co-host is Daniel Mol. Dag, Bert. Redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Voor we beginnen, eerst dit. Dit programma wordt gesponsord door Bitvavo, de grootste crypto-exchange van Nederland, waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten meer dan 250 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als inmiddels 1,5 miljoen andere gebruikers bij Bitvavo. Amen. Ja, Mauro, welkom. Eerste keer bij de Cryptocast. Eerste keer bij de Cryptocast. Ja, ik hoorde je pas bij Compliance adviseert. Dus oh. je bent inmiddels een veelgevraagde gast. We zijn <laughs> blij dat we je hebben. We zijn benieuwd, ja, je crypto, of, zei je, senior compliance officer. Ja, dan denk ik als een, een beetje aan de politieagent van een bedrijf. Hè. Ja. Um, misschien is het helemaal niet logisch per se dat je dan he, zelf helemaal uit de crypto komt of zo, maar meer bezig bent met de regels. Dat is een beetje zo'n gedachte die ik te heb. ben. Ik ben wel benieuwd. Um, ja, wat is jouw historie met crypto? Hoe ben jij in deze markt terechtgekomen? Ja, ik ben ergens in. Ik heb het opgezocht. maar Ergens in 2016 uh, door vrienden in aanraking gekomen met Bitcoin toen. Zij waren aan het uh, gamen heel veel en ze bedachten: ja, we kunnen misschien wel gewoon echt geld verdienen door in dit spel geld te verdienen en dat dan te verkopen aan spelers die nou, net starten of uh, meer geld willen hebben. En nou, daar was eigenlijk geen ...handelsplaats voor op dat platform, om dat met echt geld te doen. En toen kwamen zij daar eigenlijk ja, via via volgens mij achter... ...dat je dat met bitcoin wel zou kunnen doen. <laughs> Welk spel was dat? Dat was RuneScape. Oh ja, oké. Okay. Ja, okay. Dat is dus ook illegaal, hè? Daar kun je gewoon geband voor worden? Zeker, ja, okay. ja. En zij deden <laughs> het dan met hele grote schermen... ...met heel veel accounts tegelijk. En um, nou, eigenlijk repetitief werk om daar zoveel mogelijk geld in te verdienen... ...maar dat uiteindelijk dan te verkopen. En dat vond ik wel interessant, omdat ik... ...ik heb dan zelf dan ook wel gegamed op middelbare school... FIFA, Call of Duty, of allerlei spellen... Maar elke keer als je dan een nieuw spel had, moest je eigenlijk opnieuw beginnen, want je kon dat geld niet meenemen. En daar kwamen zij eigenlijk dus met een soort ja, iets wat um, ja, over die spellen heen stijgt. En dat was interessant, maar toen ik uiteindelijk hoorde dat ze nou, wat verkocht hadden, maar ze hadden dan in Bitcoin, maar nog niet omgezet naar euro's, dat dat eigenlijk elke dag een andere waarde had. Vertegenwoordigde. Nou, en in die tijd ook, ook wel nog een hogere waarde. Nou ja, <laughs> 16, 2017. Ja, dat was mooi tijd. Zeker. Ja, er zaten natuurlijk ook wel wat dips bij. Maar ja. inderdaad, als ze dan nog niet een koper hadden gevonden, en maar wel al dat geld bijvoorbeeld hadden in bitcoin, ...ja, dan, dan schommelde dat. Nou, en toen ben ik er, zeker omdat ze ook heel veel tijd hadden om dat uit te leggen. Want ze deden, nou, dat spel heel repetitief en saai eigenlijk. Um, maar dat gaf ja, de kans om daar heel veel over te leren, praten, uh, bekijken, uh, ervaren. En zo ben ik daar eigenlijk uh, ingerold. Dat is het crypto-gedeelte. Ja. En aan de andere kant is het compliance. Hoe ben je daar uh, terecht gekomen? Wat is, je, wat is je achtergrond? Ja, ik heb dus uh, HBO-rechten gedaan. Uh, en eigenlijk, ja, doordat ik die Bitcoin um, al ja, mee experimenteerde. of mee hobbyde, moet ik eigenlijk zeggen. Um, had ik wel ook bijvoorbeeld bij de crypto wat toen nog met Madelon en Boris uh, was. Maar waren er wel alvast wat afleveringen die zich voorbereiden op het DNB-verhaal? Uh, en juist door die HBO-rechten en juridische achtergrond. Vond ik dat de interessantste aflevering eigenlijk? En uiteindelijk heb ik in 2018 een eigen crypto bedrijfje opgericht. Nou, het ging mij dus al nou, redelijk goed. Ik vond het interessant. Ik wilde dat meer mensen aan de crypto gingen. En deed het eigenlijk nou, eerst voor mijn broertje, voor vrienden, voor mijn familie. En dat bouwde zich eigenlijk uit tot een klantenkring waar ik eigenlijk ja, het beleggen voor deed uh, op hun eigen accounts. Um, en ja. Dat heb ik uiteindelijk uh, twee jaar later verkocht aan een cryptodienstverlener. Omdat ik al zelf wat door had, nou, met Mika, met alles wat eraan komt, ga ik dit niet zelf mogen doen. Misschien maar goed ook. En toen ben je na je studie dat verkocht verkochthebbende ergens in dienst gegaan, Yield? Yield, klopt. Ja. Uh, dat was toen uh, was het de vierde werknemer, uh, een hele jonge partij. Die deden eigenlijk precies hetzelfde als wat ik deed. Alleen dan via API's, veel gestructureerder en konden dat voor alle klanten tegelijk doen. En Yield ja, deed eigenlijk hetzelfde als wat ik uh, deed voor de cryptoklanten. En ja, die zochten wel iemand die wat meer kennis had van het juridische uh, compliance gedeelte. Omdat zij ook, eigenlijk ook een DNB registratie wilden halen. Dat hoefde op dat moment nog niet, omdat ze dus via Bitfavo werkten. En zo konden de voor al hun klanten op Bitfavo handelen. En werd daar een performance fee voor gerekend. Ja, ja. precies. En jij jij had verstand van uh, de, zeg maar de juridische kant van het verhaal. En jij hebt hun toen uh, naar die. Naar die nou, het is geen licentie. Naar de door de registratieproces... Voor je oh. slip. Uh, Bert. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat was uh, een van mijn eerste projecten was, nou ga maar eens uitzoeken wat moet je daarvoor doen. Ja. Hè, en uiteindelijk daar presenteren aan de aandeelhouders. En, die, en dan de vraag: nou, ga dat maar doen dan. Ga ja. maar kijken of dat uh, lukt. Ja, en dat is uiteindelijk is dat ook uh, gelukt. Ja, oké. Okay, cool. En Yield ging uiteindelijk uh, kopje onder. Ik denk dat de meeste mensen zich dat nieuws nog wel kunnen herinneren. Maar dat was dan. Het ja, was in de Bear Markt van 22. Ja, precies. Je? Maar het was dan wel uh, een soort. Het was niet uh, een implosie zoals we dat bij FTX of zo zagen. Het was ja. gewoon. Jongens, we stoppen ermee. Hier is jullie geld. En. Uh, ja, kijk. Niet eens hier is jullie geld. Want we hadden natuurlijk die klantgelden nee, niet. Ja, ja, dat, dat werkte via een API. Dus ja. alle klanten hadden gewoon nog steeds hun eigen. Pitfavo, graag een account of wat ja. dan. Um, dus dat is allemaal vrij netjes gegaan. En ja, dat heeft er vooral mee te maken gehad. Uh, bear Markt. Uh, alleen maar vermogensbeheer werd er gedaan. Dus vooral performance fee. Nou, dan kan je het beter doen dan de markt. Maar ja, uh, je gaat nog steeds omlaag. En dan kwam er te weinig geld binnen. Ja. En de aandeelhouders hebben ja. het gezegd: dan stopt het hier. Ja. En toen uh, sloeg Andrex toe. Ik wil nog even kort over, snel over Amdax, want daarna moeten we echt beginnen want ik wil de ja, ja, nou, ja, jij begint over Amdax. sorry <laughs> Amdax. ja uiteindelijk heb ik toen um, nou viel ik vrij en um, nou, met meerdere cryptopartijen partijen gesprekken gehad want ik wist wel zeker ik wil in die crypto-markt blijven maar dat ja, was misschien ook wel moeilijk in die bear natuurlijk ja. toen maar uiteindelijk is dat uh, goed gekomen heb ik voor Amdax kunnen kiezen uh, en daar ben ik dan nu senior compliance officer cool ja we gaan het hebben over um, crypto regels. En hoe dat voor crypto bedrijven is. En we hebben al in het verleden al een podcast gemaakt met Willem-Jan Smits van ja. Watson Law. Dat is cryptocast nummer 269. Over Mikar. Mikar is denk ik wel de bekendste. En Um, uh, um, ja, meest besproken crypto-wet die ja. eraan gaat komen voor cryptodienstverleners um, En daarin hebben we besproken wat het nou allemaal inhoudt. Wat het betekent, wat erin zit in die wet. Toen en hadden we allemaal... de definitieve wettekst, dus ja. toen konden we eens de, gewoon de diepte in een uur, wat staat er nu precies ja. in? Wat voor soort dingen worden ja. er nou gereguleerd? Ja. Nou oké, okay, dat was één. En daarna, dat was ook wel leuk, dat was een, een paar maanden verder, kwam de AFM langs, de ja. toezichthouder zelf, ja. Cryptocast 313 is dat, ja. om te vertellen hoe zij, vanuit hun perspectief, die aanvraagprocedure Gaan um, ja aanvliegen wat ze ervoor gaan doen, hoe zij er naar kijken? Dus we hebben eigenlijk de wet behandeld. We hebben gekeken hoe de toezichthouder naar kijkt, en nu gaan we kijken naar hoe dat nou uitpakt voor een crypto bedrijf. Dus dat lijkt me, lijkt me ontzettend leuk ja. om dan eens iemand um, ja, vanuit een crypto bedrijf zelf aan tafel te hebben die het ook nog eens goed kan uitleggen. Nou, dat ben jij, Mauro. Dus uh, daar de lat ligt vast hoog. Ja. Um, maar even dus voor de, voor de, voor de luisteraar als je benieuwd ben naar wat Mica precies inhoudt... luister dat dan naast nou, die, die twee afleveringen even terug. Dus 2.69 en 3.13. En dan kunnen wij nu... Um, hoeven we niet helemaal de, van de A tot Z die wet door... maar dan kunnen we gewoon eens um, van Mauro horen... van um, ja, hoe, 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 hoe is het nou voor jullie als cryptobedrijf? Het loket van de AFM is opengegaan 22 april, als ik me Klopt. goed herinner. Hoe, 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 hoe pakt het uit? Hoe is het met jullie aanvraag? Ja, gaat goed. We zijn hard bezig, we zijn ook al heel lang bezig. Zoals je zei, de MICA-tekst is al vrij lang bekend. Nou, wel later daarop komen dan de ja, noem ik level 2-wetteksten, uh, dus de RTS, de Regulatory Technical Standards, die wat meer kleur geven, meer inhoud schetsen over wat dan in die wetseisen allemaal uh, gevraagd wordt. Die zijn vooral veel, heel generiek. Dat ja. is logisch, want dan kan een Europese wetgever vrij snel een wet maken. Ja. Dan de uitwerking daarvan wordt op latere uh, momenten. Nou, die zijn ook allemaal bekend nu. Dus die hebben we ook allemaal nodig om zo'n um, uh, aanvraag voor te bereiden. Even, even voor het beeld. Hè. Als ik het goed begrepen heb, dan staat er bijvoorbeeld in de wet: je moet een rapportage maken. En dan in staat er in die RTS: die moet dan deze velden bevatten en op deze manier geformateerd zijn. Klopt dat? Bijvoorbeeld, ja, ja. absoluut. Oké, okay, dus dat is even de, de, het verschil tussen het abstractsniveau niveau van die twee uh, lagen. Ja, en je hebt dus echt allebei die lagen nodig. En er zijn, nou, een stuk of uh, uh, twee handen vol aan RTS en ITS, zijn er um, uh, gepubliceerd. En in totaal hebben we het dan over zo'n 800 pagina's aan ja, vereisten. Nou, nu hoeven we gelukkig niet aan alles te voldoen, want er gaat het ook een hoofdstuk over stablecoins, uh, uitgevers, et cetera. Maar al met al is het een. Uh, ja, groot pakket. En nou, ik denk dat zelfs voor Amdax, dus een partij die al als eerste de registratie had, het um, DNB, ja. ja uh, we hebben nou, iets meer dan 50 uh, werknemers op dit moment. We hebben een team wat vooral ook uit de financiële sector afkomstig is of bij de grote consultancies hebben gewerkt. Een um, groot IT-team, dat uh, is ook belangrijk, maar daar komen we denk ik straks uh, op. Maar zelfs voor ons, uh, met alle resources die we hebben en al lang bezig zijn, is het gewoon heel veel. Um, is het ook heel duur en ook zeker heel tijdrovend. Ja. En dan heb je het alleen over de Mika-aanvraag. Nou, niet alleen. Want er komt natuurlijk met Mika uh, tegelijk een aantal andere dingen ook uh, in werking. Ik denk dat we die allemaal zo wel gaan, um, um, gaan benoemen. Um, in eerste instantie hebben we dus inderdaad al die ja, policies en procedures die je voor Mika moet doen. En nou, de policies, dat zijn echt je. Ja, je, de regels op papier van je bedrijf. En nou, daar heb je aan te houden. Dat is ook mijn rol bij uh, Amdax als compliance officer. He, het woord komt van to comply, he, naleven. Dat is enerzijds uh, alle wettelijke vereisten. Maar ook anderzijds de uh, eisen die je jezelf oplegt. Waar vinden wij nou dat we aan moeten voldoen? Nou, en gelukkig zijn er heel veel cryptopartijen die al veel meer doen dan uh, verplicht was. En daar proberen wij ook zeker een voorloper in te zijn. Ja. Het helpt wel dat we dus al een aantal MICAR-eisen hadden... of hebben, of makkelijker naar konden opschalen. Ja, ja want AML, hè, dus um, de anti-witwas-wetgeving... WWFT in Nederland, daar moest je al aan voldoen. Maar dat is eigenlijk ook een soort van onderdeel van MICAR, hè? Dus, uh... Jazeker. Niet alle partijen hoefden natuurlijk al een DNB-registratie. Dus ook voor de partijen die nu de MICAR-vergunning moeten krijgen... er staat in, nou, op de wettekst dan... Uh, je moet adequaat of goed AML-beleid hebben. Nou, in die RTS wordt dan wat meer uitgelegd hoe dat er dan uit moet zien. Um, dus ja, AML is daar een onderdeel van. Consumentenbescherming is daar een onderdeel van. Uh, er zitten eisen voor de, de crypto-activa die je aanbiedt op je platform, nou, et cetera. Ja. Uh, ja. Ik, ben, ik ben benieuwd, je noemt net in een bijzin even van... er komt toch wel wat meer bij kijken dan alleen uh, MiCAR wat we natuurlijk allemaal al kenden en voor ons hadden. Maar jij zegt, er komen ook extra... Dingen bij die ja, hadden we misschien wel verwacht, maar dat, dat moet dus nu ook al ingeleverd worden, zo'n beetje. Ja, wat met Mika komt, dus ook de travel rule de TFR ja. komt uh, live. Um, ik weet niet of die al een keer behandeld, zeker die de de hebben. Ik ga nu opzoeken welk nummer dat was, maar daar hebben we het vers verschillende keren over gehad. Ja, dat klopt. Komt, uh, hou ik jullie te goed? Dat ja, is echt... dat, is wel een aparte wet alleen ja. hij gaat op dezelfde datum uh, van kracht, exact. Wet, 30 december dit ja. jaar. Ja. Tegelijk met Mika, inderdaad. En daarnaast heb je dan ook bijvoorbeeld nog uh, Dora, die. Vrij tegelijk komt, 17 januari gaat die in. Um, nou en wat soms ook nogal genoemd wordt, misschien dat we daar straks ook nog over kunnen hebben is het dak 8. Maar goed, die gaat een stuk later. Ja. Ja. Maar, maar even de, de travel rule, voor wie het wil weten, twee uh, cryptocast 285 met Simon Lelyveld hebben we ja. hem helemaal afgepeld. Uh, daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd, uh, denk ik. Maar inderdaad, dat is een interessante. Die Dora, dat is wel een, ja, een, een wet waar we het nog minder eigenlijk over gehad hebben. Ten eerste, even waar staat Dora voor? Dat is Digital Operations, Operational Resilience Act. He, dus Dat gaat over je digitale weerbaarheid. Ja. Dus je cybersecurity, je ICT-risk management. Dat is een Europese wet, die dus ook voor alle financiële dienstverleners gaat gelden. Oh. Niet alleen voor de crypto-partijen, uh, nee. maar dus ook voor banken, uh, verzekeraars, uh, hypotheekverstrekkers, noem het op. Maar is het dan zo simpel van uh, installeer een antivirus en uh, zorg dat het een beetje oké okay is? En, uh, of is het echt veel? Maar enerzijds wil ik zeggen helaas niet. Anderzijds zeg ik gelukkig niet. Want nee, hè, het nee. doel is natuurlijk dat uh, alle financiële instellingen die nu veel meer richting Fintech bewegen, dat die natuurlijk gewoon veel weerbaarder zijn. Uh, anderzijds um, er komt gewoon echt heel veel bij kijken. Uh, dan heb je het over je cybersecurity, um, weerbaarheidstesten, pen testing, penetration testing, uh, ICT uh, risicomanagement. Um, Incidentenmanagement, uh, je third-party risk management, Dat zijn allemaal pijlers uit die Dora die je allemaal als cryptopartij dus nu ook uh, verder ja. moet installeren. Ja, dus je zit eigenlijk nu in hetzelfde lijstje met banken, pensioenfondsen, verzekeraars en cryptobedrijven zitten daar dus gewoon ook onder. Ja, dus als je uh, onder de Mica als een CASP, een crypto asset service provider wordt gedefinieerd, dan val je dus onder financiële dienstverlening vanaf dan. En daardoor dus ook vanaf uh, op Dora, vanaf 17 ja. januari. En dat, als ik het goed begrijp, uh, en dan gaan we het weer even over Mica hebben, denk ik, maar de ING met 60.000 werknemers en Andaks met 50 werknemers, die moeten aan dezelfde Digital Operational Resilience Act voldoen. Uh, ja, het is niet helemaal zo. Je hebt uh, voor de echt allergrootste, ja, ja. bijna systeempartijen, heb je natuurlijk veel zwaardere eisen. Ja. Er komt een extra pijler uh, bij. Um, dan heb je wel ook nog de uitzondering dat als jij een hele kleine partij bent, zonder klantgelden of ja. onder de 2 miljoen aan omzet, uh, er zijn nog wat eisen, maar um, dan kom je in het lichte regime eigenlijk. Okay. Maar ik denk dat zelfs een aantal cryptopartijen zullen misschien in dat lichte regime vallen. Uh, nou, niet de handelsplatformers of de brokers of de nee. uh, custodians, maar um, zelfs voor die partijen het lichte regime is nog steeds niet. niet. Oké, okay. maar dit, dit is dus pittig, dat uh, hoor ik jou uh, tussen de regels door, kunnen we dat wel concluderen. En dat moet dus, als ik het goed heb, moet dit zeg maar, met de aanvraag, uh, met het, zeg maar, het loket voor Mika is nu open en met de, met de MICA, ja, hoe noem je dat, aanvraag. Waarom dan? Want dit is toch een aparte wet die pas in januari uh, van kracht wordt. Wat heeft dit met MICA te maken dan? In Mika wordt ook verwezen naar DORA. Dus er zijn zeker een aantal onderdelen die je überhaupt al moet hebben. Uh, mm. Ook al voordat DORA live zou gaan, omdat die gewoon als mika vereisten erop staan. Um, maar je zegt al, het loket in Nederland is nu open. Dus voor de partijen die nu al de aanvraag zouden willen indienen. ook al krijg je dan de vergunning pas op 30 december. Ja, daarvan zegt de AFM dan nu. Ja, dan willen we ook wel alvast kijken of jij volledig DORA-compliant bent. Waarom? Dat, heeft toch, dat is toch een hele andere wet? Klopt. Het is toch niet onderdeel van de mika aanvraag Ja, natuurlijk, die pijlers die in Mika staan, daar moet je aan voldoen. Maar de rest van Dora, dat, wat, wat hebben zij daarmee te maken, zou je haasten? Ja, dat is een standpunt wat de AFM nu lijkt in te nemen. Uh, er is nog veel onduidelijkheid überhaupt over Dora. Uh, hè, die level 2 teksten die zijn nog niet helemaal allemaal uh, finaal. Volgens mij is vanochtend het uitvoeringsbesluit uh, online gekomen. Ik heb het nog niet kunnen lezen, maar daar staat ook wel weer wat meer verduidelijkheid in. Maar goed, hè, vanochtend of gisteren online gekomen... Ja, het loket is al open vanaf ja. 22 april. Het is natuurlijk heel lastig om al volledig aan een wet te kunnen voldoen... op het moment dat daar nog niet alles over duidelijk is. En waarvan ook, denk ik, iedereen in zijn planning... in de roadmap voor je vergunningsaanvraag... rekening had gehouden met... Nou, we hebben nog tot 17 januari daarvoor om ons helemaal klaar te maken. En dat is niet zo. Wat is niet zo? Nou, Dat je tot 17 januari hebt om je klaar te maken. Nou, als jij dus... Uh, nu al je aanvraag wilt uh, indienen, dan wil de AFM ook al, al die documentatie hebben. Dus die wil eigenlijk dat je nu al voldoet aan Dora. M min of meer? Ja. Als je, ja of, een paar, of een paar laatste dingetjes na misschien. Daar komt het wel op neer. ja. Nou, en het is, ik kan me voorstellen dat het als cryptobedrijf erg fijn is. Het is natuurlijk fijn dat daar hebben we de AFM denk ik ook voor geprezen dat het loket nou, relatief vroeg open gaat. Dus dan kunnen we ook vroeg kunnen we beginnen met de dialoog en vergunningen uitdelen, uh, et cetera zodat dat allemaal, als het nodig is, dat je dat allemaal al hebt... en dat je niet ineens uh, halverwege uh, je bedrijfsactiviteit moet stopzetten... omdat je niet aan mica kan voldoen. Um, dus in die zin is dat fijn, maar er komt dus nu heel veel extra bij... en dat wordt dus eigenlijk gewoon heel lastig. Nou, het wordt heel lastig om dat allemaal nu al ja. natuurlijk klaar te hebben. En nou, wij hebben met ISAE al dit. Dat is volgens mij een 303a uh, aan bod gekomen van ons. Um, hè, een soort IT Security Assurance rapport ja daar hebben wij al best wel veel van Dora dus uh, op zijn plek, uh, maar zelfs voor ons is dit gewoon onwijs veel werk omdat ja ik zou bijna willen zeggen dat het meer werk dan Mika zelf is op dit moment. Ja. ja. Zeker als geregistreerde partij, omdat je al het een en ander hebt. En ergens is het wel een heel logisch standpunt van AFM, omdat hè, als je op 30 december de vergunning krijgt, ja dan kan je zeggen dat zit zo dichtbij 17 januari. Je moet in ieder geval wel al bijna alles klaar en, ja. en op orde hebben, want anders ga je het sowieso niet halen. En dan is het een soort papieren werkelijkheid natuurlijk alleen. Maar het is wel een beetje gek dat ze op 22 april zeggen... joh, zorg maar vast dat je alles helemaal klaar hebt... voordat het zin heeft om je vergunningsaanvraag in te dienen, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Wat ik in ieder geval constateer is dat het uh, bij de Nederlandse crypto ervoor heeft gezorgd dat er dus nou, nog niemand bekend... Uh, nu al zijn, regis, uh, zijn um, uh, vergunningsaanvraag gaat indienen. En nou, dat zorgt er dan waarschijnlijk voor dat we straks allemaal tegelijk komen. Waarbij, je merkt het terecht op, AFM heel constructief is geweest in nou, alles. Maar vooral ook in de pre-scan bijvoorbeeld, in ja. het loket vroeg open. Maar dat het nu toch, ja, ik denk wel onbedoeld, um, wat wrijving oplevert. Maar ga je het wel halen dan? Dat zeker, ja. Maar kijk, wij wilden natuurlijk, we ja, maar... waren de eerste met de uh, registratie in Nederland. We zijn ook nog steeds de enige die zowel een registratie bij de DNB als de AFM hebben. Um, ISAE als eerste cryptodienstverlener in en, de en EU de enige ook volgens mij. En de enige inderdaad ook nog steeds. Um, hè, dus het ja, fijn als om compliance of ze bij Amdax te zijn, is dat ik ook de ruimte krijg om zo compliant mogelijk alles in te doen. Ja, en natuurlijk, kijk, als, als Amdax het al niet haalt, dan, uh, dan wordt het wel heel, uh, dan zou het heel pittig zijn, omdat jullie model is natuurlijk ook voor een manier ingericht om toch wat meer compliant te zijn. Ik zou me eerder zorgen maken over de wat kleinere... Uh, partijen in Nederland. Ja. Ik vraag me af of die hier kleinere partijen of de partijen die heel snel gegroeid zijn. Ja. Ik bedoel, ik, ik weet niet hoeveel klanten jullie hebben, maar als je, je werkt voor vermogende klanten, voor de serieuze cryptobelegger, weet je dat daar zijn, daar heb je er in Nederland gewoon niet 10 miljoen van. Eh, de kleine partijen die juist een beetje meer het cryptocasino faciliteren, ja. die zijn in die boelmarkten heel snel gegroeid. hebben ja. misschien ook wel wat achterstallige dingen en zo, weet ik veel. Ik bedoel. Ja. Als andachts al zegt, dat is uh, lastig. We, we gaan, die gaan die het wel halen, Mauro? Nou, ja, ik maak me wel een beetje zorgen of iedereen dat gaat halen. En dat heeft niet alleen met het te maken. Uh, er spelen nog wat meer krachten. Ik denk bijvoorbeeld ook aan de toezichtkosten. Ja. Uh, alle compliancekosten. Voorbereidingskosten om überhaupt, hè, met, vaak met externe hulp, met legal opinions, die je allemaal nodig hebt om Mica compliant te worden. Um, dan heb je nog doorlopende toezichtkosten. Kan je wat zeggen over, de, over die kosten? Wat gaat dat zijn? Bij, ja, het wel eens bij, even, even tussendoor bij DNB natuurlijk, ja. hebben we het gehad over de kosten. Dat ging ja. dan om 30.000 euro per jaar ja. of zo toch? Een beetje die orde ordegrote. Wat, wat verwacht je hier? Nou, er is nu een eerste uh, ja, budgettaire prognose gemaakt. En die lijkt erop dat het 5,5 miljoen, miljoen voor het eerste jaar aan toezichtkosten voor uh, de Nederlandse cryptosector gaat worden. Het eerste ja. jaar is in 2025? Dan. Ja. Nou, en daarbij is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou verdeeld gaat worden onder de partijen. Nou, het zal in ieder geval onder partijen verdeeld worden. Dus hoe minder partijen dat zijn, hoe hoger die kosten per partij natuurlijk gaan worden. En wat je vaak ziet, bijvoorbeeld ook bij Mifid natuurlijk die vergelijking is wel te maken, is dat bijvoorbeeld op basis van omzet of transactievolumes dat daar ook een bepaalde verdeeldheid zit, hè? de zwaarste schouders, de zwaarste lasten. Um, ja, op die manier. Zal het toezichtkosten worden verdeeld in de markt? Uh, dan kunnen we in ieder geval concluderen voor 5,5 miljoen per jaar dat de AVM in ieder geval zijn taak serieus neemt. Dat is heel fijn. Maar dit gaat wel weer. Nou ja, we hebben ons druk gemaakt over DNB en dat het een probleem zou geworden, um, uh, dus, je moet dus veel meer werk doen. En het is dus ook nog hogere toezichtkosten. Dus het is eigenlijk wel weer echt een stapje extra pittig. We hebben in de DNB-tijd, ja, dat was 2020, maakten we ons allemaal druk... van ja, jongens, bitter bijvoorbeeld voor Ruben Waterman. Die is in zijn eentje, die gaat weg. Het kan allemaal niet meer. Ik heb het idee dat je nu gewoon een soort Champions League-waardig elftal moet hebben... om überhaupt nog te kunnen meedoen op de Nederlandse markt. Ja, je zal van goede huis moeten komen, ja. je zal heel veel moeten inrichten... en je zal inderdaad uh, ook diepe zakken moeten hebben. Ja. En aan de ene kant, ja, dat betekent niet per se altijd maar iets slechts. Ja, het zal heel moeilijk zijn voor kleine, nieuwe, innoverende partijen... maar uiteindelijk ga je natuurlijk wel naar een speelveld waarbij... De grote, serieuze, um, uh, langere partijen hier uh, kunnen blijven. En ja. Ja, dat, dat zal ook de kwaliteit omhoog brengen. Die eisen zijn er natuurlijk niet voor niets. Uh, en ook al dat het misschien veel geld gaat kosten, brengt het natuurlijk wel het niveau in de sector ontzettend ja. omhoog. Maar ik denk dat we wel echt heel erg, vanaf dit moment kunnen we echt afscheid gaan nemen van het feit van, ja, cryptobedrijven zijn ongereguleerd en cowboys. En ik denk dat, dat die tijd is echt gewoon nu hartstikke voorbij. Want. Het is gewoon, dit is hartstikke zwaar. En in je eentje of met tien man gaat dit niet lukken. Daar kom je ik, niet doorheen. En ja. Daarbij komt nog eens dat uh, voor de geregistreerde crypto-partijen... die krijgen een overgangstermijn. Ja. Dus hè, Mika gaat dan op 30 december in. Maar voor die partijen met al een registratie mogen nog een half jaar lang uh, in Nederland door blijven gaan met je dienstverlening, om dus je Mika-vergunning te halen. Dus dat geeft ook die, die tijd, waardoor ik denk dat de meest geregistreerde partijen nou, het sowieso wel kunnen gaan halen. Um, maar voor de niet geregistreerde cryptopartijen, dus helemaal de wat kleinere partijen, die dus geen wisseldienst of custodian, bewaardienst aanbieden op dit moment, ja, die komen er vaak, um, nou, vrij recent waarschijnlijk zijn ze erachter gekomen: oh, ik ga onder MICA vallen. Ja, die horen misschien nu voor het eerst, maar misschien hebben ze het al gehoord dat ze dus ook onder Dora gaan vallen. Ja. Wat voor iets moeten ze dan doen? Even voor het beeld: hè? Dus, wat voor cryptobedrijven zijn er die nu niet onder een registratie bij DNB vallen, maar straks wel onder MICA? Wat doen ze dan voor soort dingen? ja dus Mika die, uh, typeert tien verschillende type dienstverlening hè onder het DNB gezien hadden er dus twee wisseldienst en bewaardienst um, Mika heeft een aantal verschillende wisseldiensten um, um, getypeerd dus een handelsplatform of een broker zou je kunnen zeggen uh, maar vermogensbeheer wordt uh, per, per Mika ook een, een echt een, een dienst is dat, um, is dat wat jij je vertelde in het begin wat ja. jij deed voor je familie voor je broertje en je, exact dat zou dat zou dat vermogensbeheer al zijn als je Zeker. En ook wat Andrax natuurlijk doet, is dat wij echt he, discretionair um, beheren. Ja, maar naar Anax maak ik mijn geld naar jou over, dan ga jij ermee be beleggen. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei partijen die, die. Die geef je gewoon toegang tot jouw account. Ja, dus nou, die partijen zullen met een legal opinion moeten kijken of ze wel of niet onder vermogensbeheer okay. vallen. Maar een, an een andere dienst is het doorgeven van orders, he, order routing. Uh, dus ook als jij. Uh, voor een ander al orders op een ander platform doen, zou je ook al onder MICA kunnen, uh, kunnen vallen. Daarnaast heb je nog uh, transfer services, hè, dus uh, crypto-overboekingen voor een ander doen. Uh, zo zijn er ja, meerder, meer partijen dan en, nu. En crypto-naar crypto wisselen, hè, dat is denk ik ook, ook een belangrijke. Ja, ja zeker. Die je niet onder DNB viel. En ook advies geven over crypto. Dus dan hè, raak je zelf niet eens de crypto aan, of het platform of de trade of iets, maar gewoon een gepersonaliseerd advies van: nou, ik vind dat jij nu dit moet kopen. Ook dat wordt een, uh, een dienst. Oké, okay, zijn dus een, een flinke groep. Het voordeel van die flinke groep is misschien dat je de toezichtkosten ook over veel partijen kunt verdelen. Laten we dat hopen, absoluut. <laughs> ja. <laughs> ja. Ervan uitgaande dat die partijen inderdaad allemaal aan in Nederland uh, hun uh, MICAR-vergunning gaan halen, want dat is natuurlijk het hele punt van MICAR. Het is een Europese wet. En uh, nou, wat dat betreft, lang leven Europa, want je kan hem ook in Duitsland of in Malta of uh, in Estland halen. Uh, en dan kan je paspoorten, heet dat tussen aanleidingstekens, naar alle andere Europese landen. Um, maar dan zou je wel zeggen, het uh, die die, proces van die aanvraag is overal hetzelfde, is dat dan ook zo? Want is, is in Duitsland de, 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 de Duitse AFM, zou ik maar willen zeggen, is die precies hetzelfde als onze Nederlandse AFM? Nee, zeker niet. Kijk. Uh, Mika heeft als doel dat het een, voor het eerst een geharmoniseerd speelveld zou geven. Ja. Omdat vanuit de AML D5, hè, de vijfde anti-witwasrichtlijn, is. Uh, de DNB-regels eigenlijk. Ja, maar daardoor mochten alle landen mochten dat op hun eigen manier implementeren. Want dat was een directive. En we krijgen nu een regulation. Dus ja. dat betekent dat het voor alle landen hetzelfde is. Ja. Maar ook in die regulation zit nog wat speelruimte. Um, met name ten opzichte van de uh, overgangstermijnen. Uh, of de uh, aanvraagprocedure. En. Die is wel logisch, omdat er natuurlijk al zulke verschillen nu in Europa zijn. Dus in Duitsland heb je een ja, veel meer wat ver vergunningsregime. In Frankrijk heb je bijvoorbeeld een duaal stelsel, waarbij je zowel voor een registratie met beperkte rechten kon gaan. als voor een vergunning met veel meer rechten, maar dus ook veel strengere eisen. Nou, voor die landen waar dus al een vergunning geldt, ja, die hebben een veel kortere micro-route, omdat die eisen dus veel meer op elkaar lijken. Dus dat de wetgever daar ruimte voor heeft gegeven, is eigenlijk ook wel heel logisch. Maar dat zorgt er juist ook wel weer voor dat je dus in het aanlooptraject en in de vergunningsaanvragen dus grote verschillen ziet nu tussen landen. Hoe gaan andere landen met DORA dan bijvoorbeeld om? Ja, dat weet ik niet van heel veel landen. Ik heb wel even gevraagd bij een aantal bevriende partijen of bevriende compliance-officers. En wat ik in ieder geval kan zeggen is van een partij die in Duitsland de BaFin is, dan de Afnemer de BaFin-route gaat. De, die hebben nog niets gehoord van de toezichthouder over DORA. Dat um, nou, kan misschien ook omdat ze daar nog geen pre-scans hebben gehad, omdat er natuurlijk veel meer vergunningsregime al zit. Um, maar er is eigenlijk nog nergens heel veel duidelijkheid over DORA. Uh, er zijn zelfs landen waarin die overgangstermijn gewoon de, de volledige 18 maanden is die in de MICA gegeven is, waardoor ja, heel veel partijen daar nog niet heel erg bezig zijn met de toezichthouder. Nee, ze nee, De toezichthouder ook nog niet andersom. Mm -hmm. En Ierland is bijvoorbeeld um, een land waar nou, veel internationale partijen zich uh, willen gaan vestigen of al registratie ja. hebben gehaald. Techbedrijven. Techbedrijven, groot financieel landschap, uh, geen taalbarrière voor Amerikaanse partijen. Een hele logische plek voor, voor heel veel partijen natuurlijk. Ja, daar lijkt de toezichthouder nog helemaal niets te hebben laten weten. Ja, en dan hebben wij hier een toezichthouder die wel al sinds nou, oktober, november uh, vorig jaar met ons in gesprek is. Uh, die al vanaf januari pre-scans hebben gedaan, ook voor partijen die nog geen registratie hebben. Ja, het zijn wel echt duidelijke verschillen. Uh, maar ja, voordelen en nadelen. Ik, wil zeggen, ik hoor je wat plussen noemen van ja. de AFM. En uh, dat, ik denk dat we hebben ze hier ook gehad. Dat was ook voor ons een hele positieve nou, verrassing. Ja, als in, de, het is in ieder geval duidelijk dat er cryptokennis aanwezig Kennis. is en dat ze dat Absoluut. ze willen en in gesprek willen met de markt. En dat is zeg maar ten opzichte van DNB zeg ik als co-host van de CryptoCast een hele verademing. Um, maar constructief. Ja, ze zijn ook constructief. Ja. Het is niet alleen dat ze het snappen, begrijpen ja. eh, en, 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 en to, toch een soort van warm hart toedragen. Ja. Ja. Hè? Ze, beharden, maar het, ze zijn ook constructief. dus heel positief. En aan de andere kant van de weegschaal ligt dus ja, in, 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 een, een, een vrij scherpe uh, aanvliegroute van Dora en potentieel vrij hoge kosten. Um, ik, hoor jij van verhalen van partijen die dan zeggen: nou weet je, ik ga naar het buitenland? Ja, ik ben natuurlijk ook lid van de VBNL. Um, hey, ik, ik draag de branchevereniging de... even voor ja. de duidelijkheid. Ja. ja, de branchevereniging voor Nederlandse Bitcoinbedrijven. Uh, daar zitten we met eigenlijk alle ja, crypto-compliance uh, officers, legal officers van de uh, geregistreerde cryptopartijen. Uh, die zijn aangesloten dan. Uh, een stukje zelfregulering doen we daar. We proberen de marktsector omhoog uh, te doen. En daar zet ik me ook in voor de sector als geheel natuurlijk. En ja, dan vind ik het wel jammer en zorgelijk om te horen dat een aantal van de partijen Serieus overwegen om in een ander land de vergunning te gaan halen. En ook al twee partijen hebben gekozen om dat echt in een ander land te gaan doen. En wat was hun overweging dan? Wat was hun motief? Nou, dat is uh, het hele spectrum aan wat we, denk ik, net behandeld okay. hebben. De kosten die hier veel hoger zijn. Uh, de kosten ook daardoor in voorbereiding die hier hoger zijn, natuurlijk. Want wat kost het elders dan? Heb je daar een beeld bij? En bijvoorbeeld in Duitsland wordt nu gezegd dat het zo'n 20.000 euro per partij per jaar gaat kosten. Oké. Okay. Heel schappelijk ja. klinkt dat. Dat was in ja, precies. Dat klinkt maar de, de, uh, en, de, de partijen en er zijn ook die dat Europese landen waar nog wordt verwacht dat dat nog lager gaat zijn. Ja, 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 ja. Dat, maar, en de partijen die dat, die dat gaan doen, je gaat niet uh, mannenpaard noemen. Nee, zeker niet. Oké, okay. nee, dat is uh, duidelijk. De je vaard, moet dat vragen. We, we hoeven ook niet te vissen. Nee, dat ja, ja, is waar. Niet. Nee, dat is, dat is niet nodig. Maar ik vind het wel weer ja, frappant dat dat dan nu kan... en dat we dan nu weer toch uh, het voor elkaar hebben gekregen... zou ik maar even willen zeggen dat we... Dat brede cryptoveld wat we in Nederland hebben, dat we daar toch weer een deel van weten weg te jagen tussen aanleidingstekens. Dat moeten we nog maar zien, hè. Maar... Dat moeten we inderdaad nog maar zien. Maar ik de, de, de krijg een beetje het gevoel dat dat aan de hand is. En dat die toezichtkosten. Ja, oké, okay, dat was bij DNB ook al bekend. We delen de toezichtskosten onder de partijen. Dat is het gevolg van de financiële crisis geweest. Dat heeft de politiek besloten. Prima. Maar dat het eigenlijk dat wordt ook weer complexer. Want ik neem aan dat die uh, partijen die, die paspoorten naar Nederland... dus uh, stel je voor, je hebt uh, je vergunning in Duitsland gehaald... en je komt via het paspoortsysteem uh, naar Nederland... dan betaal je niet mee aan die toezichtskosten hier. Klopt. Ja, dus dan wordt dit weer een probleem. En de partijen die dus graag in Nederland willen zitten... die betalen dan echt de volle MEP, want het wordt gedeeld onder een kleinere groep. Ik denk dat het enerzijds heel goed is dat we een hele strenge AFM hebben. Zo staan we ook, ja. denk ik, in Europa bekend. Ja. strenge toezichthouder, maar dat, dat daardoor wel ze zelf ook bij ons in de Absoluut, podcast. Absoluut. Ja. Ja. Um, en dat waarborgt een bepaalde kwaliteit. Ja. Ik denk dat het als een onbedoeld neveneffect heeft door die verschillen die we in Europa zien, um, dat een aantal partijen dus um, nou, de benen nemen. Um, en, en het ergens anders gaan proberen. En daardoor wellicht met die notificatieprocedure, want je moet dan nog wel bij de AFM komen met: hé, hey, ik heb ergens anders mijn microvergunning, ik wil ook graag in Nederland. Het is niet dat je zomaar dan de markt op mag. Um, maar ja, dat die partijen dan wel weer terugkomen. Um, maar ja, dan dus krijg je waarschijnlijk straks een speelveld. waarbij nou, de vraag is of er uh, de Nederlandse partijen op tijd gaan zijn. met alle eisen die we hebben. En dan op tijd bedoel ik vanaf 30 december. Uh, ze hebben natuurlijk langer. Maar dat, um, nou, noem noemen een, een, een willekeurige grote exchange waarvan we misschien zeggen: hé, hey, die was hier niet welkom. Die haalt in een ander land via een makkelijke ja. route een, een vergunning. En die mag naar Nederland gaan paspoorten... nog misschien wel voordat de Nederlandse partijen een vergunning hebben. Ja, dat zou toch denk ik een onbedoeld neveneffect zijn. Ja. Ik wil heel graag, want we hebben het nu eigenlijk de hele tijd een beetje over het proces. en De interactie met de toezichthouder en de interpretatie van uh, de, 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 de wet en de overgangstermijn, de kosten. En ik zou er nu eigenlijk ook wat meer de inhoud in willen. Ik ben heel benieuwd. Hè, we hebben nu Mika, we hebben dat besproken, wat het, wat het um, uh, inhoudt met um, Willem Jan Smits destijds. Um, het leek allemaal heel logisch, heel duidelijk. Het stond op papier, je kunt het lezen, je kunt het uitleggen als jurist. En nou moet jij, Mauro, bij Almdax dit gaan. Implementeren in de organisatie. Er moeten processen worden aangepast. Je moet misschien software aanpassen. Je moet policies en procedures schrijven. En um, dan, ik bedoel, iets wat heel makkelijk en logisch lijkt op papier, dat kan dan in de praktijk lastig uitpakken. Heb jij voorbeelden van stukken van Mika waarvan je zegt, nou, dit is super makkelijk gebleken. of juist ongelooflijk tegengevallen van het lijkt logisch, maar in de praktijk, hoe, hoe pak je dat aan? Hoe, hoe, waar ben je tegenaan gelopen? Ik denk dat het bij MICAR heel erg meevalt, omdat uh, de vergelijking MICAR-Mifid wordt veel gemaakt, omdat ook uh, de wet inhoudelijk veel op elkaar lijkt. Uh, de type dienstverleningen lijken op elkaar. Er zitten niet hele nieuwe, spannende dingen in. Dat betekent ook dat er veel uh, nou, externe consultants al zijn met mifit uh, expertise waardoor het, denk ik, nou, wat makkelijker allemaal te overzien en te implementeren is. En de wetttekst gewoon al heel lang ook beschikbaar is. Dus voor het grootste gedeelte is, um, denk ik, dat de partijen niet per se tegen Micar zelf aanlopen, tegen de, de inhoud als het ware. De tijdslijnen daarnaast, dus zoals we net besproken hebben, misschien wel. Um, ik denk dat de punten waarvan je zegt, nou, die lijken op papier misschien heel logisch, maar in de praktijk uh, eigenlijk heel moeilijk. Dat die vooral dus liggen bij de Dora, vooral bij de onduidelijkheid daarover, en bij de travel rule de implementatie van de travel dat gaat echt wel heel veel impact hebben denk ik en niet dat, alleen dat op de zijn partijen twee andere wetten hè die ja. door maar, maar de dingen binnen Mika zelf we hebben bijvoorbeeld gehad over het uh, over de, de, de coins en zo ja, de munt leidt van ja, het, het listen ja. van nieuwe coins ja, daar ervaar ik juist het tegenovergestelde dat we dachten misschien allemaal oh, dat gaat heel erg moeilijk worden om dus nog hè, aan die white paper ja. vereisten te doen maar eigenlijk bijna helemaal achterin Mika uh, in 143 uit mijn hoofd maar uh, daar uh, staat eigenlijk dat er ook een overgangstermijn geldt... voor de cryptoactiva die jij al op je platform hebt. Dus alles wat jij voor uh, 30 december oh ja. al op jouw platform hebt staan... daar hoef jij dus niet aan al die eisen te voldoen. Hè. Dat uh, hebben jullie met, denk, met, uh, met Jasper van de AVM besproken. Bitcoin voldoet op dit moment ook niet ja. aan die eisen. Uh, maar dat betekent dus niet dat het eraf moet. Dat betekent simpelweg dat je dus nog tot 31 uh, december 2027... Dus dan heb je eigenlijk nog een goede drie jaar extra om nou, dat allemaal met de sector te gaan uitkristalliseren. Behalve voor dingen die je dan daarna wil gaan listen. Ja. Nou, en ik denk dat je daardoor ook wel kunt zien dat een aantal partijen ja. nu heel veel coins aan het listen zijn. Nou, wij um, doen dat bewust niet. We kijken nog steeds heel streng naar welke coins we listen. We hebben voor ons. Uh, het aanbod wat we voor onze reguliere klanten hebben, dus niet voor de cryptofondsen die bij ons klant zijn of de uh, echte vermogende institutionals, uh, maar echt voor de particulier die bij ons de digitale kluis gebruikt, uh, ja, daar hebben wij gewoon niet heel veel munten voor. Nee. Nee, dat is natuurlijk een keus, maar de, je ziet dat marktpartijen, zeg maar de exchanges, die zijn, die zijn lekker coins aan het listen. En waarom zou je ook niet, want als je het voor 30 december doet... Dan zit je in het, het val je nog in het lichtere regime. Het is niet dat, het helemaal geen, dat er helemaal geen regels aan verbonden zijn. Maar het is natuurlijk wel slim als je die al op je platform hebt staan, de, zodat je die overgangsperiode maar, nog gaat Dat is voor jullie misschien ook slim. Doe gewoon even 300 muntenlisten. Dan hoeft verder niks mee te doen. Maar dan heb je dus in ieder geval hoef je daarna niet met whitepapers te klooien. Nee, ik snap dat dat voor sommige partijen een hele logische keuze is. Maar dat past niet bij onze klantdoelgroep. Wij bedienden, de, hè, zoals ze zeggen, de bovenkant van de markt. De, nou, de serieuze cryptobelegger was altijd het slogan van Cryptocast natuurlijk, toen wij je sponsor waren. Uh, dat sluit niet aan. En wat ik net al zei, voor de grote partijen die zelf de keuzes maken over... en keuzes kunnen maken wat ons betreft over welke munten ze willen aanbieden, denk aan de cryptofondsen die bij ons kusten die afnemen, ja, die kunnen wel meer munten natuurlijk. Ja. Ja. ja Remi van der Nagel ook uh, volgens mij vorige week goed bij ons uitgelegd hoe dat proces werkt. In het geval bij Bitfavo, die hebben dus nu meer dan 250 verschillende. En daar wordt ook serieus over nagedacht hoe ze die, hoe ze die muntjes uh, listen. En op welke manier dus. Waarschijnlijk Bitfavo, als ze slim zijn, voor 30 december nog even flink doorpakken. <laughs> ja, precies. Ja, Oké, okay, dus inhoudelijk um, uh, geen negatieve verrassingen bij Mika, uh, begrijp ik. Behalve dan dat er dus twee andere wetten zijn die... Um, ja, waar je ook aan moet voldoen op 30 december. Um, de ene omdat die ingaat op 30 december, de TFR, en de andere omdat die min of meer door AFM voorwaarden gemaakt is voor de MIKA-aanvragen. Dat is Dora, daar gaan we het zo even over hebben. Laten we het over TFR hebben. Um, ja, daar moeten bedrijven zich straks ook aan gaan houden: de Transfer of Funds Regulation. Wat is dat ook alweer? Ja. Precies. Uh, we hebben TFR, we hebben Travel Rule. De Travel Rule is dus de FATF aanbeveling, dat is de Financial Action uh, Task Force. En um, dat is een ja, soort wereldwijde organisatie die uh, anti-witwasbeleid maakt op hoger niveau. Ja, en de TFR is dus de Europese implementatie, de Transfer Funds Regulation, waar dus die Travel Rule in voorkomt voor Nederlandse, uh, nee voor Europese. Uh, Cryptodienstverleners ook er ja, de, erbij. Die TFR die bestond al hè, als ja. onderdeel van de, het anti-witwaspakket. Um, die TFR die regelde in het verleden dat banken gegevens moesten naar elkaar moesten sturen als je. Um, geld overmaakt van de een of de andere bank. Ja, dus als jij geld overmaakt naar Daniel uh, van de ene bank en Daniel zit bij een andere bank, dan wisselen die banken ook de gegevens van dus de ontvanger en de verzender met elkaar uit om te kijken of dat wel rijmt. Ja, ja, en dat kunnen ze heel makkelijk doen, want ze hebben mijn gegevens. En nou ja, ja hoe, hoe doen ze dat eigenlijk? Want ik, ik heb natuurlijk niet, ik ik voel, ik voel niet de gegevens van Daniel in. Ik, uh, je voert uh, natuurlijk de IBAN van Daniel in als je natuurlijk een overboeking uh, maakt. Uh, ik weet natuurlijk zelf niet hoe ze dat onder de motorkap allemaal geregeld hebben. Maar het zal makkelijker zijn omdat je maar een aantal grootbanken hebt. Ja. Bij cryptodienstverleners heb je er inmiddels zo'n tal en kan je dus ook heel makkelijk natuurlijk naar een buitenlandse partij wat overmaken. Dus die implementatie daarvoor, die zal voor ons nou, een, stuk, een stuk moeilijker worden. Um, en daarnaast, wat we ook gewoon natuurlijk hadden, uh, het wordt vaak nog wat onderbelicht. Hè, jullie hebben ook veel meer afleveringen over MICAR gemaakt. Het ja. wordt hier veel vaker besproken. Dus ik denk dat voor de ook de wat kleinere partijen die ja, nu ook hier eens uh, mee bezig moeten zijn. Maar het geldt natuurlijk wel alleen voor de cryptopartijen die dus ook waar je uh, geld kan uitsturen. En... Crypto kan ontvangen. Ja, want dat is wat uh, TFR dus vanaf 30 december ook gaat reguleren. Cryptobedrijven die crypto activa van de ene crypto dienstverlener naar de andere sturen. Het ja. Ja. dus niet van crypto dienstverlener naar je eigen, eigen wallet, wallet, toch? Of ver... ook. Hoe... Dan hoef je dus niet aan al die vereisten te voldoen, maar je hebt dus wel de plicht om te onderzoeken of dat wel echt naar iemand zijn zelf host wallet gaat. Nou, daar komen we ook alweer wat moeilijkheden bij kijken ja. natuurlijk. Ja, hoe ga je dat te doen? Gaan we dan weer met screenshots werken? Ja. Um, ga je dat met een, een Satoshi-test doen? Nou, dat is, moet on-chain, dat duurt uh, langer. Dus dat is misschien wat, weer wat moeilijker, complexer. Um, dan krijg je um, signatures. Nou, die is, is misschien niet voor iedereen toegankelijk... Hè, om met je metamals een signature te doen. Of um, Bitcoin kan natuurlijk ook. Cryptografisch ondertekenen. Cryptografisch ja. ondertekenen van een, uh, een transactie... zonder dat daar geld aan uh, gemoeid gaat... Je uh, krijgt nu wel dat het AOPP ontwikkeld wordt. Dat is het Address Ownership Proof Protocol, uh, waarmee uh, ja, je dus gemakkelijker die gegevens kunt uitwisselen. Maar goed, ook dat, uh, en dit is alleen nog maar het stukje wat naar self hosted gaat, ja. of daar natuurlijk vanaf komt, um, ja, ook daarvan zullen crypto-dienstverleners moeten aantonen dat het inderdaad om zelfkusten gaat. Dus vanaf 30 december moet elk in Europa gevestigd of de EU? In de EU. E, ja. in de EU Um, nee, het gaat niet om gevestigd, maar dat je je diensten aanbiedt. Hè, ja, in de EU dan moet je dus voor een withdrawal, een opname naar een wallet toe, moet je dit doen. Moet elk bedrijf dit doen? Ja, dus als iemand bij anders een account heeft en dan wil het opnemen naar zijn ledger, uh, ja. dan moeten wij dat verifiëren dat dat dus naar een ledger gaat, waardoor wij niet aan al die verplichtingen uh, hoeven te doen en die verplichtingen als wij als een klant van ons dus naar zijn nou, Bitfavo-account ja. uh, zeggen uh, stuurt, dan moeten Andax en Bitfavo dus met elkaar. Ja, dat, ja, dat vind ik nog interessanter eigenlijk. Ja, dus we hebben het net even over het opnemen naar je eigen wallet. Je kunt het natuurlijk nog heen sturen naar je eigen wallet. Dat zijn de twee cases. Nou, die lijken een beetje op wat we nu al moeten doen met die screenshots en weet ik wat. En dan krijgen we wat, wat echt helemaal nieuw is. Dat als je een withdrawal doet. Hè, dus ik ga gewoon, ik zit bij Amdax in mijn account. Ik zeg, ik wil graag crypto opnemen. Stuur maar naar dit adres. En stel nou dat dat adres, mijn adres is bij Bitvavo is. Dus ja. ik stuur het van Amdax naar Bitfavo of andersom. Wat gaat er dan gebeuren? Wij moeten dus aan de verplichting voldoen en gelukkig hebben we een beetje kunnen afkijken bij een aantal landen die nu al aan die verplichting moeten voldoen. Bijvoorbeeld de UK of Zwitserland, omdat ja. we niet bij de EU zitten. Um, heel, in hele praktische termen, op het moment dat je dus bij Amdax of bij een andere cryptodienstgever zou willen opnemen, dan ga je waarschijnlijk kunnen kiezen van naar welke cryptodienstverlener wil je opnemen. Want wij hebben ook een Know your vasp verplichting. Wij moeten dus iets weten over die andere ja. cryptodienstverleners. Jij moet weten dat, dat, in dit geval, laten we zeggen even anders en Bitfavo. Dat Bitfavo een partij is gevestigd in Nederland, et cetera. Mica-compliant, bla bla bla. Exact. Dus nu, nu plak ik er gewoon een, een Ether-adres in of een Bitcoin-adres. Dat gaat straks anders worden, zeg je? Mogelijk, uh, maar je moet dan in ieder geval gaan aangeven naar, naar welke partij ga je dat naar doen? Nou, en mogelijk staat uh, de partij waar je naar dat de sturen niet aan dat lijstje, want wij moeten ook weten welk travel route protocol zij gebruiken ja. om die gegevens dus met elkaar uit te wisselen. Dus dat gaat over namen- en adresgegevens, et cetera. Dan kan je, denk ik, online heel makkelijk vinden wat dat allemaal is. Um, maar dat zijn dus jouw persoonlijke informatie die je over de lijn naar een andere ja. partij gaat. Ja, die wordt niet bij de transactie zelf opgeslagen? Nee, laten de blockchain. we dat niet on-chain doen natuurlijk. Dat gaan we niet doen, dus dat was een, eigenlijk een apart... Een, ja. op, op, via, een, via een, 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 een losstaand kanaal ja. wordt die informatie verstuurd naar de tegenpartij. En um, ja, dan moet je met elkaar afspreken hoe je die informatie gaat versturen. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja, want wat dus anders is met crypto dan met de banken... is dat de banken dit wel onderling natuurlijk makkelijk met die transactie kunnen meesturen... omdat dat niet over een publieke blockchain gaat. Ja, dat dus kunnen ze gewoon in het XML-bestand bijzetten, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld. Bij wijze van spreken. Geen idee. En, um, en, en, en nu moet jij dit dus gaan bouwen voor crypto naar een andere crypto-dienstverlener. Dan... Ik hoef het gelukkig niet zelf te bouwen. Nee, okay, maar, uh, maar jij als ambax, ja, ja. ja, Nee, um, de, de routes zijn denk ik als volgt. Eén is dat je dus via een encrypted e-mail uh, bij, nou, laten we voor blijven nemen, uh, vraagt, joh, uh, waar kan ik het naartoe sturen? En dat je het eigenlijk over de schutting gooit om aan je verplichting te hebben of te doen. Dat is wat we in uh, de UK toen dat live gingen de eerste maanden echt heel veel gezien hebben. Uh, omdat er eigenlijk nog weinig echte protocollen waren voor die gegevensuitwisseling. Uh, maar goed, nu komen we op het punt dat er dus meerdere protocollen zijn die niet goed met elkaar werken. Uh, dus het ene protocol, bijvoorbeeld um, Trust van Coinbase, die hebben wel zelf een protocol gemaakt. Binance heeft ook een protocol gemaakt. Zo hebben we ook nog een aantal die niet per se bij een cryptopartij horen. Nou, die hebben allemaal een ander verdienmodel. De een zegt betaal maar per transactie, de ander zegt betaal maar een licentie per maand, et cetera. En omdat ze allemaal een verdienmodel hebben, hebben ze eigenlijk ook geen incentive om um, nou, met elkaar te gaan werken. Verdienmodel, dat klinkt ook alsof die data dan dus naar zo'n partij toe gaat eerst. Bij sommige partijen zeker. Dus er zit echt een partij tussen. Daar gaat die uh, persoonlijke informatie naartoe. Uh, er dus, zijn dus dataverwerkers. En die gaan dat weer doorsturen naar uh, de, de partij waar het heen moet, als het ware. En daar heb je dan verschillende die niet met elkaar makkelijk werken. Dus wij moeten of nou, heel veel van dat soort uh, tooling gaan implementeren. Ja, kost ook centen? Dat kost zeker centen. Uh, bij, uh, ik had het even een lijstje opgeschreven. Want wij hebben natuurlijk wel gekeken naar al dit soort uh, uh, partijen. Uh, die van Binance kom je op zo'n uh, 20k per jaar. Die van Coinbase zo'n 50k per jaar. Um, andere betaal je per transacties. Um, en dus elke crypto-dienstverlener zal ook een andere partij willen kiezen die voor hen het, ja, het uh, goedkoopste is. En als je Afhankelijk bij, niet, van. Als je je niet bij Binance aansluit, dan kun je gewoon überhaupt niks naar Binance. Binance heeft heel streng gezegd: als je dus uh, een, een Binance-klant hebt die nou naar jullie wil opnemen, dan moeten jullie maar de protocol eerst gaan uh, kopen en installeren. Um, en gelukkig is dus niet iedereen, staat er zo in. Maar ja, uiteindelijk, dus, wij zullen aan de verplichting moeten voldoen... ook als iemand geld naar ons wil sturen. Dus wij zullen nou eenmaal gewoon die gegevens moeten kunnen ontvangen... van partijen, en ook als ze dat weer terug uitsturen. Dat maar is, ga, ga, gaat niet iedereen gewoon tegen zijn klant zeggen... joh, neem het heel even op, naar nou, je metamask of je phantom of whatever... Ja, en daarna ja. maak je het ja. over naar het volgende keer? dat is dus precies wat er in Zwitserland gebeurd is... waarin alle partijen eigenlijk zoiets hebben gedacht... nou, deze hele... Papierwinkel en kostenwinkel en alles wat erbij komt kijken. Uh, user interface die je moet integreren in je app. Noem het allemaal op. Waarschijnlijk krijg je, ook al heb je er straks twintig uh, aangesloten, hebben nog steeds klanten die zeggen ja, maar ik wil een ander. Ja. Uh, dus je, je zal daar blijvend uh, onderhoud aan hebben. En die hebben gezegd, je kan enkel nog opnemen naar je wallet. Dat verifiëren we één keer. En vanaf daar ja, maak je het maar lekker over uh, ja. wat je wilt. Zeker met al die layer 2's die er komen, is dat natuurlijk helemaal niet zo'n probleem. Hè? Het is hartstikke goedkoop, hartstikke gebruiksvriendelijk straks. Hè? Ik bedoel, nu is het natuurlijk allemaal nog een beetje wankel, maar ik zie een heel hoog tempo ook alle wallet infrastructuur heel veel sneller, beter, handiger, goedkoper, gebruiksvriendelijker worden. Dus ja, waarom zou, je, eh, waarom zou je dat niet gewoon adviseren? Van joh, neem het op en stuur het ja. elders in. Want dit gaat natuurlijk niet werken. Ik bedoel, wat is dat nou voor ongelooflijk slecht idee dat we met z'n allen alle data van alle transacties bij een centrale plek neer gaan leggen? Ja. Bij meerdere centrale, meerdere centrale plekken. plekken. Ja. Echt, en die kost is, ook nog eens heel veel geld om. Heel uh, duur kosten. En er uh, gaat uh, uh, een keer een datalek uh, uh, komen. Ligt alles op straat, is natuurlijk gestoord. Maar wat dit natuurlijk is. Uh, de, ik bedoel, uh, dat die TFR een beetje een lompe wet is, dat, dat zien we nu dan in de praktijk hoe dat dan gaat en uh, met van die, van die tooling erbij. Uh, maar dan kan je misschien nu, nu wel zeggen van dat, dat de wetgever nu ook denkt van, hey jongens, uh, als we alles naar die eigen wallet gaan overmaken en zo een beetje de TFR omzeilen, want dat is het natuurlijk gewoon. Dan dan misschien je, wel heel goed voor de adoptie. Ja, maar dan kan je ook donderop zeggen dat, het, dat het, het feest met de unhosted wallet, uh, de term die de wetgever graag gebruikt, de, dan ook misschien binnenkort afgelopen is. Denk ik dan? Ja, zou het? Ja, nou ja, de, de, dat is natuurlijk een politiek spel, gaat dat worden. Maar de, de Unhosted Wallet is zeker in Europa, is natuurlijk al vaak voorbij gekomen. En er zijn mensen die dat graag zouden willen om dat allemaal wat strenger uh, in te richten. Um, Kijk, waar die wet denk ik oorspronkelijk voor bedoeld is, hè, als. Bert iets naar Daniel wil sturen. Ja, exact. En dan zijn het twee verschillende personen. En dan willen ze graag weten dat, dat het van de een naar de andere persoon gaat. Waar we het nu over hebben, wat in de cryptowereld eigenlijk alleen maar aan de orde is, is dat je het van je eigen account naar je eigen ja. account stuurt. Op ja. twee verschillende plekken. Dat is gewoon een heel ander fenomeen. Dat is, ik denk dat 95, wel 99 procent van alle transacties tussen beurzen gaan tussen twee accounts van dezelfde persoon. Wij mogen het niet anders. Wij mogen, ik mag niet vanaf mijn AMDAX-account iets naar jouw, noem het uh, Binance account, account bijvoorbeeld. ja. 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 Uh, dus wij zijn geen betaaldienstverleners. We mogen het alleen maar opnemen. Daar is waar heel die wallet verificatie eis natuurlijk over ging. Dus, dus de TFR is eigenlijk niet eens bedoeld hiervoor. Dus het is eigenlijk best wel logisch van dan neem het dan op en stort het weer elders. Ja, het is al raar. Het is, het is, het is ja, al... We hebben gelukkig, um, we zijn natuurlijk verder aan het kijken hoe kunnen we dit nou voor onze klanten oplossen. Ze zouden dit niet dicht willen zetten. En er is gelukkig één partij, 21 Analytics, die eigenlijk een hele andere aanpak heeft uh, bedacht. Die zeggen, nou, in plaats van dat wij er als dienstverlener tussen gaan zitten, bouwen wij het systeem in-house bij jullie uh, als infrastructuur erbij. Of samen met jullie. Uh, en daardoor is er dus al die uh, kunnen we protocollen aansluiten. Hopelijk ook meerdere. Um, en dan kunnen we in ieder geval. Dat wij die gegevens direct naar de partijen die dat ook gebruikt uh, kunnen sturen. Zodat daar dus niet meer die uh, uh, partij tussen zit. En die kan de taal van Binance, de taal van Coinbase praten, bijvoorbeeld? Uh, dat zou het uiteindelijke doel zijn, inderdaad. Dat ze dus interoperabel via dat zelfgebouwde systeem. Ik weet niet hoe vaak we daar dan onderhoud aan zouden moeten doen om weer nieuwe dingen toe te voegen. Maar uh, in de ideale wereld zien wij dat wel zo, omdat dat nou, voor de privacy van onze klanten, hè, zeker onze klantdoelgroep die daar veel waarde aan hecht. Uh, maar überhaupt ook voor de werkbaarheid van uh, de Travel Rule en uh, alles wat daarbij komt kijken. Interessant. Pff, ik, uh, ik heb het te doen met alle compliance officers uh, in, uh, de Europese, bij Europese cryptobedrijven, die allemaal hieraan moeten voldoen. En dat dit allemaal gebouwd moet gaan worden. Uh... Ja, we doen het met grote teams. Ik zit daar natuurlijk niet alleen. Ja. Dus dit zijn ook de juridische, de legal afdelingen. Uh, KYC heeft er natuurlijk veel uh, betrekking op. En zoals je net hoorde, zowel met Travel Rule als met Dora. Ja, wij hebben gelukkig ongeveer een derde van ons bedrijf zijn IT'ers. Um, ja, bij de wat kleinere bedrijven is dat, is dat misschien helemaal niet. Ja. Um, Geld, geldt voor de TFR ook dat je pas je um, MIKA-vergunningsaanvraag kunt indienen als je de heel die TFR hebt geïmplementeerd? Uh, nou, die gaan, gaan natuurlijk echt op dezelfde dag in. Dus daarvan is het eigenlijk ook wel heel erg logisch... dat de AFM natuurlijk zegt, joh, daar moet je allebei aan voldoen. Dus ook in onze pre-scan is de uh, Travel Rule Compliance... onze um, ja, roadmap daarop is natuurlijk uitgebreid aan, uh, aan te passen. Maar, maar je mag nog een roadmap hebben, het hoeft niet nu al af te zijn. Het moet op 31 december moet het allemaal af zijn. Ja, precies. Nou ja, goed, je legde net uit dat het voor Dora anders is. Bij Dora is het niet voldoende dat je zegt... ik ben op 17 januari klaar, maar het moet nu al klaar zijn, toch? Nee, dus het verschil zit erin tussen de policies en procedures die af moeten zijn en de feitelijke implementatie. Dus het live hebben van zo'n tooling. Oké. Okay. Ja. En die policies en procedures die moeten wel klaar zijn. die moeten af. En de implementatie van de, zeg maar, de verandering van de processen en software, dat kan nog in de loop der tijd gebeuren. Zeker. En dan de, dat gedeelte is bij de travel rule niet zo heel omvangrijk? De policies en de procedures ja, dat... niet. Oké. Okay. Dus die, dat, dat is prima te doen. En dan zeg je voor Dora, dat hoor ik eigenlijk in, in het antwoord doorklinken, daar is dat wel omvangrijk. Dat is heel omvangrijk. Er zullen echt uh, nou in de RTS'en worden uh, denk ik wel twintig policies genoemd. Die, er zitten ook procedures bij die je allemaal moet hebben. Uh, je moet je er natuurlijk ook echt altijd aan houden. Het niet houden aan een van je policies. Ja dat heeft gewoon uh, enorme impact. Uh, daar kan de toezichthouder natuurlijk ook wat van vinden. Uh, dus absoluut, het heeft ontzettend veel voet in de aarde. Oké, okay, een policy, dat klinkt als. Papier, wat letters erop, typ je even in, dan ben je klaar. ChatGPT. GPT? Nee, zeker niet. Nee, um, je moet ten eerste natuurlijk. Uh, je maakt de regels voor je bedrijf. Dus je moet dat met alle andere afdelingen doen. Uh, er moet draagvlak voor zijn. Iedereen moet het daarna ook gaan uitvoeren. Dus ik ben als Compliance Officer niet alleen bezig met hoe ziet dat beleid ernaar uit. Ik ben natuurlijk ook de heel, nou, een groot deel van mijn tijd bezig met. houdt iedereen zich wel aan dat beleid? Um, en de procedures is dus veel meer de hoe je iets doet, en de policies gaat heel erg over wat, waarom, wanneer iets doet. En in de procedure staat dan precies wat er... Stappenplannen. Ja, stap, stap, stap voor stap. Stap ja. voor stap. Maar dat betekent als je iets stap voor stap beschrijft... dat dus ook al duidelijk moet zijn hoe de processen en de software uiteindelijk gaan werken. Je als... moet dat helemaal ontworpen hebben, ja. He, dat moet al gebeurd zijn. Ja. En jij zegt eigenlijk voor Dora is dat gewoon... is dat veel werk. Hoe vergelijk het is het met Mika? Is dat Ja. Ja, wat ik denk ik eerder al zei, voor de partijen die al een registratie hebben, waardoor ze al uh, kunnen leunen op een heel deel wat ze al hebben voor Mika, um, zal het iets anders zijn. Maar in principe denk ik dat uh, Dora meer werk voor partijen gaat zijn dan Mika zelf. En kun je dan nu heel veel lenen of leren van... Andere financiële instellingen, want die moeten natuurlijk allemaal ook hebben. Of hoeven die dat nu nog? Die hoeven die nog nu nog niet zo ver te zijn. Nou, die moeten dat op 17 januari natuurlijk allemaal hebben, maar um, daar geldt geen vergunning voor Dora. Dus die zullen dat niet op 16 januari uiterlijk door iemand moeten hebben goedgekeurd. Dus er zitten natuurlijk wel al dit verplichtingen op, en je moet het allemaal hebben. Ja, maar dus. hoe, ja hoe, hoe zit het met die controle op DORA? Is dat de, de, Ik neem aan dat het niet de AFM is die dat gaat doen, of hoe, hoe zit dat? Ja, voor een aantal partijen is de AVM die dat doet, ah, okay. voor de bank is de DNB die dat doet. Ja. Dat was uh, vanochtend dus in dat uitvoeringsbesluit ja. uh, is daar meer informatie over gekomen. Kan want die want dat zijn toezichthouders lezen? die heel veel. Die, dat zijn toezichthouders die heel veel verstand hebben van Digital Operational Resilience. Vraagteken? <laughs> dat hoop ik natuurlijk. Okay. Want ja, dat, uh, zij zullen dat van ons gaan dat toetsen. Een retorische vraag misschien. Maar, ja. uh... Nee, ik zag wel dat ze daar inderdaad mensen voor hebben. Okay. En dat ze ook uh, nog mensen zoeken daarvoor. Dus uh, ik denk zeker dat die kennis daar, als het er niet al is, zeker ook gaat komen. Um, maar de vraag is natuurlijk of het heel eerlijk is dat alle andere financiële dienstverleners. Um, nou, 17 januari dat in orde moeten hebben. En nou, de toezichthouder die met misschien vragenlijsten of, uh, of onderzoeken uh, gaat kijken nou, bij welke partijen denken we dat dat niet het geval is. En daar willen ze dan op handhaven. En dat voor alle cryptopartijen eigenlijk bij de vorder eigenlijk alles al laten zien moet worden. Ja. Dus dat is. En nou, voor Ambax nog steeds, ik maak me daar niet heel veel zorgen om. Het is heel veel. Het heeft in ieder geval de, de implicatie dat. Wij hadden gehoopt op 22 april onze vergunningsaanvraag al te kunnen starten. Ja, dat hebben we nog niet gedaan, want je wil ook niet een incomplete vergunningsaanvraag gaan doen. Um, dus wij zijn nu ja, echt nog aan het kijken wanneer kunnen wij nou die vergunningsaanvraag gaan doen. Wanneer hebben we voldoende comfort om ook voor dit stuk uh, volledig compliant uh, te zijn. En daarnaast, eh, veel van dit soort dingen doe je niet alleen met je team intern, maar daar schakel je ook externe hulp voor in. Nou, ook daar zien we dat er gewoon nog heel veel. Onbekend is over Dora, um, nog niet goed weten hoe je nou een bedrijf helemaal Dora klaar uh, krijgt. En zoals ik ook in een andere podcast over Dora had gehoord, ja, op het moment dat je op 17 januari zo'n uh, iets op wat ingaat, ja, dan kan je ervan uitgaan dat pas een jaar later iedereen echt volledig compliant is doen. En dat is helemaal niet gek, want je moet daar ook van leren. Er er is nog niet veel om, om, om als voorbeeld te nemen. Ja, het zit hem in werkprocessen, het zit hem in... Ja, misschien verander je wel iets helemaal op een policy en ja. procedure... en implementeer je dat voor 17 januari... en kom je erachter, hé, dit werkt eigenlijk helemaal niet goed. Dus dat moeten we weer anders gaan doen. Als ik me goed herinner, zei uh, AFM hier... dat je toch echt wel moet rekenen op een half jaar... voor het doorlopen van de vergunningsaanvraag. Uh, nou, misschien wel de... Partij in Nederland die het meest geschikt is, of het meest... ja. best voorbereid is voor uh, zo'n vergunningsaanvraag als Mika. Namelijk Amdax, die zegt, we gaan onze vergunningsaanvraag eventjes niet indienen. Want we voelen ons nog niet voldoende comfortabel. Nou ja, over zes maanden is het uh, even kijken, 21 november. Zeilt de AFM hiermee niet te scherp aan de wind dan? Nou, ik denk dat het niet, niet aan mij is om dat te bepalen. Uh, ik hoor dat natuurlijk wel die zorgen bij heel veel andere partijen. Um, dus ja, ik snap wel dat dit misschien juist vanuit die goede bedoelingen vanuit de AFM, juist vanuit het constructieve en snel open willen en uh, met de partijen in zee gaan, dat ja, dit misschien toch niet het, het beoogde uh, effect brengt. Maar is het dan ook denkbaar dat we straks toch Nederlandse cryptopartijen gaan hebben die misschien is het een week, misschien is het een maand, toch even de boel dicht moeten gooien? Het lijkt me een soort alles vernietigen, maar dat je er gewoon net niet op tijd uit bent. Uh, en dat je net niet op tijd die vergunning... Ah, de geregistreerde was. partijen hebben dus nog dat half jaar extra. Ja, ja, de, ja maar de, ja. ik bedoel... Uh, de, de, de AFM zegt uh, het kost een half jaar. Uh, we weten nu zo'n beetje... oké, okay, Dora komt er dus bij. Uh, dat is echt heel pittig. Daar moet je echt wel misschien wat nieuwe mensen voor aannemen. Nou, die zullen ook niet uh, aan de boom groeien. Ik vind het tricky. En, de, dus ik vraag jou... is het als, zeg maar, vanuit je VBNL-rol misschien... is het denkbaar dat kleinere partijen... Toch echt wel in de problemen gaan komen? Dat zou zeker kunnen. En dan zie ik dat vooral bij de partijen die dus niet nu al een registratie ja. hebben. Ja. Oké, okay, nou dan uh, ik denk ik dat we genoeg over Dora hebben ja. gehad. Dora ja. en, uh, en Mika. En, en nogmaals, even... ik denk dat dus het vooral dat knelpunt zit in die lijn dat je dus in Nederland wel als enige uh, Europese land volgens mij ja. dat je dus al eerder die aanvraag zo kon indienen. Ja. Uh, het is nog steeds heel logisch dat je als je op 17 januari volledig DORA compliant moet zijn en geïmplementeerd zijn, dat je dat op 30 december ook al nagenoeg hebt. Het is eigenlijk de combinatie van de van de korte periode ja. van zes maanden met um, die het lastig maakt. Dat levert bij ons in ieder geval die knel op dat we dus niet als allereerste voorhanden... Als je 18 maanden had. we wel heel graag gewild hadden. En natuurlijk zo snel mogelijk aan onze klanten ook laten zien dat we volledig Micar compliant zijn. Waarom houden wij ons niet gewoon aan die 18 maanden die in Micar staat? Ja, dat is volgens mij vanuit het ministerie van Financiën bepaald. Ja, Dan kan de AFM dan weer niks aan doen. Nee, daar kan de AFM zeker niks aan doen. Daar hou ik de AFM ook niet verantwoordelijk voor. Maar. Ja, nee goed, we hebben het Minfin natuurlijk wel vaker betrapt op uh, slechte ja. ideeën, maar goed, dat, okay. dat terzijde. Hey, wil ik nog, vlak voordat we uh, gaan afronden, nog voor één klein onderdeeltje hebben we, noemen, je noemt het al dak 8. Ja, dat is iets wat, pas, wat verder in de toekomst ingaat, maar als we dan toch het, ja. uh, het hele speelveld, het hele landschap even compleet willen beschrijven, dan kunnen we dat misschien nog kort even behandelen. Dak 8, wat is dat? Ja, het staat voor Directive on Administrative Cooperation. En de acht staat dus dat dit al de achtste herziening gaat worden. Uh, dat is eigenlijk een... Uh, maar de zevende herziening is het dan technisch, hè? Heel goed. Zo ah. ja, ze dat niet. Ja, nou ja, ja. ja, ja, goed. Uh, het is um, ontstaan om de samenwerking tussen belastingdiensten vooral te verbeteren. Uh, in onze lidstaten. Uh, om belastingontduiking te voorkomen. Uh, en de meest praktische uitleg die ik zou kunnen geven... is dat als je je belastingaangifte doet, dat er van jou... Giro-account of jouw, uh, nou misschien een buitenlandse bankrekening, dat dat al staat uh, ingevuld bij je vermogen. De voor ingevulde aangifte dat yes. je daarin staat. Ja, ja, bijvoorbeeld, omdat dus die dienstverleners de verplichting hebben om dat dus al bij de fiscus te melden. Nou, daar gaan cryptopartijen en e-money e-geld daar dus ook onder vallen met deze herziening. En dat betekent eigenlijk niets meer dan dat. Ambachts ook en alle andere partijen dus de plicht hebben om bij onze belastingdienst op te geven wat onze klanten hier hebben en wat onze buitenlandse klanten bij de buitenlanders. Dus je moet, dus ja. jij moet straks met alle belastingdiensten van Europa, van de EU, moet jij connecties gaan leggen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dit niet voor de cryptopartijen de meeste impact nee, ik zou gaat zeggen, hebben als je dan we hebben net de travel rule hebben we toch 20 ja. minuten over gehad uh, dan dat valt het een dit allemaal mee, ja. mee, gewoon even begrijpen maar dat is ja. dus, uh, ja. 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 nee maar kijk en voor ons zal dit helemaal weinig impact hebben omdat wij voor onze klanten natuurlijk altijd al op de peldatum zelf uh, laten ja. weten uh, wat had je nou op die dag zodat je dat bij de belastingdienst heel makkelijk zelf kan kunt invullen maar voor de ja uh, klanten van crypto-dienstverleners die niet hun crypto hebben aangegeven bij de belastingdienst, ja, daar gaat dit natuurlijk wel wat impact voor hebben. Van uh, wanneer gaat het in? Uh, dit gaat in 2027 in. Het is maar alleen nog niet duidelijk of we dan ook al moeten gaan terugmelden of dat we vanaf dat moment moeten ja. gaan melden. Ik denk dat je begrijpt dat met alles wat we net besproken hebben, dat ik nog te druk ben om ook hier ja. volledig in te duiken. Um, maar dan weet u in ieder geval een beetje waar het over gaat. Ja. Dan kun je dus het beste um, heb je nog even de tijd om met terugwerkende kracht als. Als je crypto bezit om het ja. netjes aan te geven. Dat is, uh, ja. met, een, met een beleggingscategorie als crypto, waar soms je het vermogen keer tien kan gaan in een jaar, is het heel verstandig om het vanaf dag één gewoon netjes aan te geven. Want dan... ja, als je dat nu nog niet hebt gedaan, dan zou ik dat echt maar heel snel ja. doen. Ja, zo ja, belasting ontduiken op een exchange of op een geregistreerde partij, zeg maar, dat was al niet handig. Uh, en dat is nu helemaal niet meer handig. Precies <laughs> zeg, um, we zitten op een uurtje. Nu al. Ja, en waar, 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 waar had het nog over moeten hebben, Mauro? Of heb jij alles kunnen vertellen wat je in gedachten had? Mm, nou, we hebben het natuurlijk heel even gehad over uh, die um, eisen die aan CryptoActivA gesteld worden voor op een uh, platform. Hè. Dus dat er vanaf um, nou, dat de dag ingaat dat er een aantal jaar lang waarschijnlijk niet heel veel meer bij gaat komen op het aanbod. Er zou eventueel ook nog wel een hoop aanbod af moeten gaan. Dat uh, ESMA, dus de European and Market um, Authority, dus de Europese toezichthouder hiervoor, uh, die heeft ook nog een uh, guidance paper um, gepubliceerd. Waarbij ze eigenlijk zeggen: op het moment dat iets zuiver crypto is, dan hebben we de MICA. Maar op het moment dat iets misschien wel op een blockchain staat of een token is. maar eigenlijk niets anders is dan een financieel instrument. dan gaan we dat ook als een financieel instrument moeten behandelen. Ja, en daar is altijd al over gesproken, we kennen in Amerika is het een beetje vergelijkbaar met het Unregistered securities. Nou, effectenwetgeving zit hier net iets anders in elkaar. Maar um, de, ja, ik zie wel een kans dat een aantal tokens die wij nu misschien kennen en graag handelen op platform, ja, dat daar ook nog wel eens wat van kan gaan afvallen. Omdat ook als jij, nou, misschien ben je een utility token en een governance token. Maar Esma zegt eigenlijk, als jij ook maar een component bevat. Van een financial instrument token, dus een financieel instrument in effect. Ja, dan val je als hybrid token onder de uh, wetgeving voor financiële instrumenten. Dus dan, en je noemt governance. Eh, dan gaat het over dat je bijvoorbeeld kan stemmen. Ja. En uh, misschien uh, ook uh, deel van de inkomstenstroom ontvangen, zoals met dividenden bijvoorbeeld. Uh, die is zeker heel interessant. Je hebt een aantal munten die natuurlijk een soort Refshare-model ja. uh, um, hebben. Dus waarbij je van uh, uh, de platformwinsten. Uh, ook iets krijgt als jij die token bezit of steekt of iets in die trant. Uh, ja, dat, dat lijkt toch wel bijzonder veel in sommige gevallen, denk ik, op een uh, financieel instrument. En gooit ESMA hier nu een soort van onzekerheidsfactor de markt op? Of gaan ze ook heel keurig vertellen, nou we vinden Solana wel een financieel instrument en Ether niet? En hoe... uh, dat hebben we nog niet gezien. Uh, dus die, die paper die is nu net uh, uit. Uh, partijen konden, konden daarop reageren ook. Uh, hebben we hebben ook aan meegewerkt met de VBNL. Um, en daar zal ja, later duidelijkheid over komen. Dat is wel weer grappig, Daniel. Dat straks um, Solana en, en, en Ether bijvoorbeeld niet mogen, maar Memecoins wel. Want ja. ja, die geven natuurlijk geen enkel. Dus er zijn voldoende uitdagingen ja. nog, uh, laat ik het zo zeggen, die we moeten tackelen. <laughs> ja, en de enige oplossing daarvoor is dat uh, wij hebben natuurlijk een cryptofonds onder de AFMD. En daar mogen wij wel financiële instrumenten onder ja. aanbieden. Dus ik denk dat je ook nog wel de, de richting gaat zien dat uh, een aantal munten, dus vooral in de Defi-omgeving blijven. Een aantal bij de crypto-dienstverleners en dus een aantal bij de crypto-fondsen. En wanneer verwacht je hier concreet een uh, um, soort uitslag van? Wel, uh, dus dat er duidelijk wordt welke crypto-assets nou uh, wat hun betreft een financieel instrument zijn. Ja, ik zou hopen zo snel mogelijk, maar ik zie ook wel dat uh, de. Bij de partijen zelf. Er is natuurlijk ook wel enige verplichting om goed na te denken over, hé, hey, uh, is dit mogelijk een financieel instrument of niet? Dus ik zou ook zeker uh, goed nadenken als alle partijen van, uh, valt het hier nou onder? Maar het is natuurlijk wel bijzonder ingewikkeld voor een, een toezichthouder om ook maar al die munten, met de hoeveelheid munten die we inmiddels natuurlijk hebben, uh, te gaan kijken, valt het er nou wel of niet onder? Want het is nou eenmaal niet heel, heel zwart-wit. Dus ja, ik, ik verwacht dat hier misschien ofwel nog aanvullende guidance over gaat komen, of in ieder geval aanvullende regelgeving. Oké, okay, interessant. Mooi. Nou, dan uh, hebben we een hele hoop besproken. Leuk, dank jullie wel. Dank jij uh, dank jou wel, uh, Mauro. Fijn. Ja, en jij ook bedankt, ja, uh, Daan. En, en jij hebt alles gehoord wat je. Ik ben er helemaal voldaan. Helemaal voldaan. Uh, laten we misschien over een jaar terugkijken dat ik het allemaal helemaal mis had. Nee, maar, zeker niet. Uh, nou, het zou heel leuk zijn als we in het najaar ja. nog eens um, AFM weer te gast kunnen hebben. En dan misschien. Uh, daarna ook weer eens met jou te praten. Van hoe, ja, dan, dan zit je zeg maar tegen de deadline. Hè, zitten we dan zo'n beetje aan? Dat lijkt me een mooi, mooi moment. We houden om, uh, sowieso een vinger aan de pols in dit proces. En, uh, het is fijn dat we met alle partijen kunnen praten in, de, in dit proces. Dus, en ja. zoals jij zei, we kunnen in ieder geval niet meer zeggen dat de cryptomarkt ongereguleerd ja. is. Want dit is een behoorlijke bak. Het wordt wel een hele saaie cowboywereld. <laughs> ja, ja, dus, uh, ja. Goed, nou ja, tot zover deze Cryptocast. Dank Mauro Halve, dank co-host Daniel Mol. Um, vergeet de Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik dan de mention at cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Spotify. Um, dan kunnen andere liefhebbers deze podcast beter vinden. Like, subscribe, comment op YouTube. Dankjewel en tot volgende week.